Nou, welkom allemaal. Echt fantastisch om te zien dat jullie hier allemaal zitten en de kijkers thuis. En zo oprecht geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om duurzame voedselsystemen te bouwen. En regionale, regeneratieve systemen in te gaan richten. Vandaag presenteren we samen met een aantal key partners in de vorm van presentaties en tafelgesprekken hoe wij dit plan gaan uitvoeren. We staan hier op het Food Forum gebouw, erg relevant op Floriade terrein. En nu zou ik als eerst het welkomstwoord willen geven aan Prins Carlos de Bourbon de Parme. Dankjewel. Ja, goedemiddag allemaal. Ontzettend fijn dat we hier allemaal zijn. Rotting. Sorry. Zo. Bedankt Maarten. Ik sta hier als voorzitter van de Raad van Advies van de Taskforce Korte Ketens. En we staan met z'n allen natuurlijk op een heel mooi kruispunt op dit moment. Vandaag wordt een nieuw plan gepresenteerd. Een plan waar ik ongelooflijk veel vertrouwen in heb. En een plan die ik denk ons ontzettend veel goeds gaat doen. Het is best wel spannend, een nieuw plan en een nieuwe elan voor het hele beweging op de korte keten. Het is natuurlijk duidelijk dat we op de huidige manier van werken dat niet goed gaat. Het kan niet zo zijn dat we 75% van onze voedsel exporteren, terwijl we bijna 75% van wat we consumeren uit het buitenland halen. Daar klopt gewoon iets niet. Korte ketens zijn daar deels een heel goed antwoord op. En voor de mensen die zeggen dat het niet kan, we hebben eerder gedaan, als het moest, watersnoodramp. Binnen 6 maanden hadden we een plan om het probleem op te lossen. Tweede Wereldoorlog. In 2 maanden tijd, na de binnenkomst van de nazi's, hebben we onze hele agrarische sector omgegooid. Minder vlees, meer groenten, geen exportmogelijkheden. Dus hebben we ons hele systeem in 2 maanden tijd om weten te toveren. Dus voor degenen die zeggen dat het niet kan, geloof ik niks van. We hebben ook het goede voorbeeld van de Hollandse Waterlinie, waar wij de natuur gebruiken om ons land te verdedigen tegen historisch gezien de Spanjaarden en de Fransen. Vroeger waren dat de Spanjaarden en de Fransen, maar nu is het de klimaatverandering en ons voedselproblematiek. En het moet nu. We hebben gezien wat er in COP26 is gebeurd, waarin het heel erg duidelijk is welke richting we op moeten gaan. En wij kunnen het. We hebben voedselzekerheid nodig en dat kunnen we. We hebben gezondheid nodig en dat kunnen we. We hebben weerbaarheid nodig en dat kunnen we. Zeker met de aankomende klimaatcrisis. En ook nu kan het, op basis van de robuuste uitrolstrategie voor regionale en regeneratieve voedselsystemen. Dit gaan we samen doen. Het hele plan wordt vanmiddag uitgelegd. Ik vind het normaal een heel erg mooi plan. Dus ik zou zeggen, in vertrouwen, schouders eronder en we gaan. Dankjewel Maarten. Fantastisch, Carlos. En dat gevoel dat heerst ook wel een beetje bij mij. We hebben een missie en wij gaan dit nu doen met z'n allen. En nu zou ik graag willen uitnodigen Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van de provincie Flevoland, om het perspectief vanuit Flevoland toe te lichten. Dat doe ik heel graag, beste mensen. Iedereen die, en ik mag deze nu even bedienen. Yes. Ja, nou ga ik weer iets te ver. Ja. Mensen, hartelijk welkom in Flevoland, in Food Forum, op de aanstaande Floriade, de Wereldtuinbouwtentoonstelling 2022, waar Nederland eigenlijk het beste laat zien wat ze op het gebied van landbouw, tuinbouw, voedsel, voeding en gezondheid in huis heeft. En wat is dat dan? We zijn hier in Flevoland eigenlijk een landschap en een agrarisch landschap ingericht, ontworpen, uitgedacht door de ingenieurs van Wageningen en de ingenieurs van de TU Delft, geënt op dat grootschalige productievolume wat hier mogelijk is. Exportlandbouw, daar zijn we ook eigenlijk best wel trots op. En af en toe zien we nog wat artefacten in het landschap liggen uit dat verleden, zoals hier Schokland. Maar we zien ook een prachtig Mondriaanlandschap, eigenlijk ook de energievoorziening van de toekomst. We zien daar ook de bollenvelden, die we eigenlijk over de hele wereld exporteren, maar ook de genetische export in de vorm van uitgangsmaterialen, tuinbouw en uitgangsmaterialen. Allemaal waar we trots op zijn, waar we goed in zijn, waar Flevoland, Nederland ook op een duurzame manier in die voedselproductie van de toekomst een rol wil spelen. Maar er is ook een andere kant. Er is ook een andere kant van de meer regeneratieve landbouw. En het is ontegenzeggelijk dat ook de spaarzame hulpbronnen die we gebruiken onder druk staan. En het is ook ontegenzeggelijk waar dat we hier op het snijpunt van enerzijds dat grootschalige agrarische productielandschap en anderzijds die grote consumentengroep van de metropoolregio Amsterdam, op dat snijpunt hier in Almere, daar gaan wij nadenken over hoe dat voedselsysteem van de toekomst eruit mag zien, eruit moet zien. En in Flevoland maken we daar ook stappen in. Want we zien steeds meer dat we eigenlijk vanuit die oorsprong van het DNA van Flevoland, van dit gebied, misschien ook wel van Nederland. We zien hier Sikko Lansholt als boer in de Wieringermeer nog op zijn trekker zitten. Hij was natuurlijk de conceptuele vader van deze grootschalige landbouw zoals we die hier in Nederland kennen, zoals we die ook geëxporteerd hebben en zoals we die eigenlijk tot op de dag van vandaag in Flevoland ook bedrijven, met heel veel ondernemerschap. Er zit een heel agrofoodcomplex omheen waar we nogmaals ook trots op zijn. Tegelijkertijd weten we ook dat in de nabije toekomst die grootschalige voedingswaardeproductie ook steeds meer wereldwijd in de zeer nabije nabijheid van die grootstedelijke consument gaat plaatsvinden. Daarom zijn we hier in Almere ook bezig met een kenniscentrum over stedelijke voedselvoorziening. Want die consument en die producent die komen steeds dichter op elkaar te zitten. En op een heel kleinschalige manier zien we dat ook hier in Flevoland al. Dat heel veel boeren met die relatie consument-producent aan de gang zijn. Dat zien we hier nog heel kleinschalig. We zijn met Flevo Food. Een aantal mensen van Flevo Food is hier ook aanwezig. Is al een hele robuuste keten van meer dan 100 boeren hier uit de regio die de krachten gebundeld hebben en daar echt op een structurele wijze vormgeven aan die producent-consument relatie. En daar zijn we ook trots op dat we die functiemenging in Flevoland ook steeds meer aan het integreren zijn. Flevoland staat bekend om zijn functiemenging. Stedelijk, recreatie, natuur, agrarisch landschap. Het is helemaal geëngineerd op scheiding van functies. Maar in die grootstedelijke omgeving van Almere gaan we het steeds meer integreren. En dat biedt ook kansen voor stadslandbouw. Dat biedt ook kansen voor die korte keten. Maar ook, en die zaken hangen voor ons samen, we zijn bezig met de korte keten, omdat we denken dat dat ook het toekomstig landbouwsysteem van de toekomst een van de dragers zal zijn. We zijn ook bezig met de eiwittransitie en we zijn bezig met true cost pricing. En die drie elementen die hangen heel nauw met elkaar samen. Daarom proberen we ook met een aantal telers in het kader van de eiwittransitie die Dutch edamame-boom ook in boon, zeg ik, als eiwitbron in het menu van de toekomst te krijgen. Daar zijn we met telers mee bezig, met boeren. Daar moet nog ongelooflijk veel onderzoek aan gedaan worden om dat menu van de toekomst op basis van plantaardige eiwitten ook echt ingang te laten vinden. Daar moet veredelingsonderzoek voor plaatsvinden. Daar moeten nieuwe teeltechnieken voor plaatsvinden. Dat kan in Flevoland op een grootschalige wijze. Dat doen we inmiddels ook. Maar uiteindelijk is het ook het doel om dat bij de consument op het bord te krijgen. En daarvoor is nodig dat er ook menus ontwikkeld worden, dat wij koks opleiden, dat wij het ook aan de consument kenbaar maken wat er met dat plantaardige dieet ook mogelijk is en wat er voor plantaardige ingrediënten in onze eigen regio ook gemaakt wordt, waar iedereen ook een goed en gezond en duurzaam menu van de toekomst van kan maken. Ik zei het al, we zijn bezig met Flevo Food, een hele robuuste keten van producenten die inmiddels die korte keten aan het vormgeven zijn. En er zijn al inmiddels een aantal hele mooie initiatieven op gang gekomen om die consument ook aan die keten te verbinden. Dat doen we ook door heel praktisch workshops met koks te laten plaatsvinden. Om die eiwittransitie bij hen ook in het hoofd te laten indalen. We zijn hier op Food Forum. Onze chef-kok Sharon de Miranda is al met dat menu van de toekomst bezig. Maar het kost best nog wel wat moeite om ook de food retail, maar ook de food service industrie te laten nadenken over hoe kun je nou zo'n plantaardig menu en zo'n menu op basis van inlandse Europese eiwitten ook samenstellen. En dan blijkt dat snel, als je daarover nadenkt, dat er ongelooflijk veel mogelijk is. Maar je moet daar wel in investeren. Ik sluit af. We zijn hier op Food Forum. Daar proberen we inhoud te geven aan die stedelijke voedselvoorziening van de toekomst. We doen dat op basis van de uitgangspunten van het Eat Lancet menu. Eat Lancet is een wetenschappelijke commissie die in het recente verleden een aantal uitgangspunten heeft samengesteld voor dat duurzame gezonde menu van de toekomst. En wij zijn daar nu hier in Food Forum mee aan het experimenteren. En Sharon de Miranda, Sharon, waar ben je? Hoi. Jij hebt al eigenlijk voor ons een aantal menus gemaakt op basis van die regionale producten. En dan blijkt eigenlijk dat op de chocola en de koffie na eigenlijk alles in een gezond menu en een duurzaam menu van de toekomst ook hier uit de regio te halen is. En dat is precies de reden, omdat wij ook denken dat onze producenten, onze boeren, daar echt een toekomstperspectief mee geschetst kan worden. Dat is ook de reden dat wij ons ook graag verbinden aan die stedelijke voedselvoorziening van Groot Amsterdam. En ook het project waarvoor we hier nu samen zijn en ook een hele praktische aftrap geven. Omdat er ook gewoon perspectief voor de boeren, voor de landbouw en voor de hele keten mee geschetst wordt. Daar sluit ik mee af en ik wens jullie allemaal heel veel succes om met elkaar dat perspectief ook een stapje dichterbij te brengen. Dankjewel. Hartstikke. Super, dankjewel Jan-Nico Appelman. En ik denk hele welgepaste trots hier op Flevoland. Als je ziet wat er allemaal gebeurt, dat geeft moed. Echt innovatie is er gaande, de relatie tussen consument en burger wordt versterkt. En met al die voorbeelden zie je gewoon dat het zoveel thema's raakt. Van cultuur tot ecologie en gezondheid. En dat schept potentie om door die goede verbinding tussen consument en producent problemen op te gaan lossen. Dus zou ik graag Mark Frederiks op het podium willen vragen om verder uit te leggen. Wat hebben we allemaal nog meer gedaan tot nu toe? Dankjewel. Doet mijn microfoon het? Ja, hij doet het. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Ik heb voor het beeld weg en ik heb de zepper nodig. Dus die pak ik even. Dat doen we nog even niet. Ik begin even bij mezelf. Ik ben Mark Frederiks. Ik ben actief in de korte keten. Dat doe ik nu een jaar of 12. En met veel passie en plezier. En dat doe ik niet alleen, want de korte keten gaat primair over twee dingen. Dat gaat over de burger en de boer die met elkaar waarde creëren rondom eten. En het is goed om even stil te staan van wat is dat nou een korte keten? Er zitten een paar kernelementen in een korte keten. Er zit afstand in tussen de boer en de klant. En het liefst zo min mogelijk schakels daartussen, dat is fijn, maar dat is niet het doel op zich. De korte keten gaat over samenwerking. Het gaat over ecologische impact. Het gaat om maatschappelijke waarden. En uiteraard ook over economie. En dus houden we euro's in ons gebied en hoe houden we het geld in onze regio vooral. De afgelopen 12 jaar heb ik een aantal initiatieven mogen neerzetten voor de korte keten. Ik ben ook een van de oprichters van de Taskforce Korte Keten. Ik ben ondernemer met Local2Local, mede-initiatiefnemer van Herenboeren. En de afgelopen 12 jaar ontzettend veel mogen leren over de korte keten. En dat samenwerken, dat is denk ik ook de essentie van waarom we vandaag bij elkaar zijn. En waar we staan, waar we nu staan en wat we hebben bereikt. Want we hebben de afgelopen 2 jaar ontzettend hard gewerkt met elkaar. En niet alleen. Wat ik uit ga leggen, nu, en later kom ik daar nog even op terug, is waar wij nu op dit moment staan en wat we de afgelopen 1,5 jaar met een groep ondernemers, boeren en marktpartijen hebben bereikt en wat we hebben gedaan. Het was een bijzonder avontuur en de mensen die hier... beperkte mensen, maar toch nog wel een volle zaal. Ondanks corona toch zijn. Hartstikke fijn dat jullie er zijn, want we hebben het samen gedaan. Alleen kun je dit niet. Het doel is een regionaal regeneratief voedselsysteem in de benen te krijgen. Met die 4 elementen samenwerken, ecologie, economie en maatschappelijke waarden. Wij hebben, en dat noemen wij de inspiratiefase, de afgelopen 1,5 jaar heel veel gedaan. En de resultaten daarvan ga ik jullie nu laten zien. En ik... Ik kan niet anders zeggen dat ik ze indrukwekkend vind en ik hoop jullie ook. Wat hebben we gedaan? We hebben niet alleen, ik ben zelf ondernemer met Local2Local, maar we hebben een verbond gesloten met een aantal korte ketens. En we hebben een aantal korte ketens in die slipstream van die samenwerking een enorme stap vooruit geholpen. Boeren voor Buren hebben we aan bij mogen dragen. Dat is een initiatief van Rabobank en Flevo Food. Vorige week hebben we daar de spullen nog van mogen transporteren. Dat was heel fijn. Local2Local in Utrecht actief met een korte keten en in Amsterdam. Vereniging Flevo Food, actief in Flevoland en met de prachtige producten. Proefkantoor van Matthijs Post. Was een strijder voor de korte keten, een aantal jaren druk mee bezig. Boeren van Amstel uiteraard. De melk, hè, van, wat is het, in 10 minuten van gras naar glas. Fantastisch. De Groene Hartcoöperatie, een van de koploperkorteketens in Nederland, al dik 12 jaar bezig met zuivel in de Randstad bezorgen en dat met groot succes. Dapper Texel, Dirk van der Beek, fijn dat je er bent. Een aantal schapenhouders van het eiland Texel, die natuurinclusief boeren, maar uiteindelijk met het iconische schaap van Texel de ecologie willen versterken en een stukje geld extra brengen op het eiland om die natuur te ontwikkelen. Vereniging Noordzeevis is nu niet aanwezig, maar de visserij, de blauwe agri, hoort natuurlijk ook bij Nederland. Maar ook bij het avontuur van hoe gaan we ecologie, economie en maatschappij weer bij elkaar brengen. Nou, wat hebben we gedaan? Een korte keten betekent ook dat je producten van boeren beetpakt, dat je ze in een busje stopt en naar klanten brengt. En dat hebben we gedaan. Dus wat ons is gelukt, is om samen met deze groep korte keteninitiatieven logistiek samen te doen. En de last mile, zowel de first mile, met boerenhubs op te zetten. Dus bij een boer wordt product nu gecollecteerd, wordt verzameld en wordt door een grote vrachtwagen opgehaald. En wordt gebracht naar een centraal collectiepunt. En de stad wordt het vervolgens ingebracht met elektrische auto's. Dus we hebben de boer aan de ene kant, met de korte ketens. Dat gaat met logistiek naar de klanten. En dat wordt nu op dit moment, in verschillende regio's wordt dat bezorgd. Dus er wordt nu van het collectief aan boeren, in Noord-Holland, in Utrecht, in Flevoland, in delen van Zuid-Holland en Betuwe, worden die producten bezorgd. Dat was een hele tour om dat voor elkaar te krijgen, want het product van A naar B in de korte keten komt heel veel bij kijken. Voedselveiligheid, logistiek regelen, administratie, ICT, noem het allemaal maar op. Dat doen we samen met een aantal koplopers in de korte keten. Van Duivenvoorde is een oude boerenfamilie uit het midden van het land, die al meer dan 100 jaar vers product uit de polder, maar uit heel Nederland, bezorgd bij allerlei klanten. Foodlogica, Francesca, de bakfietsen, de stad in Amsterdam in. En Logitech, dat zijn de stadshubs aan de stedelijke randen die elektrisch vervoer de stad inbrengt. Dat doen wij dus met elkaar. En dat is een uitzonderlijke, dat is iets uitzonderlijk wat we hebben bereikt. Want samenwerken, dat lijkt heel makkelijk, maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Allemaal eigenwijze mensen die in de korte keten bezig zijn. En de marges zijn flinterdun. Dus je hebt het vaak over, joh, wie gaat de rekening pakken? En door dat volume nu te combineren zie je dat de handel uiteindelijk ook zo robuust wordt dat het ergens over gaat en dat het rondrekent. Wat hebben we verzameld? We hebben aan de ene kant hebben we boeren verzameld, dus producenten in collectieven. Boeren van Amstel, 23 boeren, alles bij elkaar. 18, oké. Flevo Food, 120 leden, waaronder ook een aantal gemeenten, 90 producenten ongeveer. Groene Hartcoöperatie, een kleine 30 producenten. Noordzeevis, ja, dat is eigenlijk de hele haven van IJmuiden die erop aangesloten is. Dapper, een aantal schapenhouders. En Local2Local met 70 en Matthijs van Proefkantoor. Ook ruim 100 producenten aangesloten met de prachtige producten uit Noord-Holland. Daarnaast hebben we een aantal klanten gevonden en daar zijn we ontzettend trots op. Dat zijn wat grotere bedrijven die hun nek uitsteken. Los van een heel ecosysteem van horecazaken die meedoen. Uiteraard het Floriade Forum, hè. Daar worden de producten ook verkocht. Eurest Compass, een grote cateraar, onder andere ook de cateraar van de provincie Noord-Holland, van de gemeente Amsterdam, van de Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht. Echt een organisatie die in overheden, semi-overheden en onderwijs de doelgroep kan bereiken waar we allemaal natuurlijk op richten. Mensen die zich bewust zijn van hoe de wereld positief zou kunnen veranderen, ook wat te besteden hebben en doordat met die partijen te organiseren komt het goed. Macro neemt van onze collectieve producten af. Het VUMC, een van de koploperbedrijven die lokaal producten inkoopt. Vermaat als cateraar. Gorillas in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. Koopt onze producten in en bezorgt dat binnen 10 minuten op de fiets in de stad. Dus jij kunt nu letterlijk in Amsterdam, vind ik wonderbaarlijk, de producten van Flevo Food bestellen. En binnen 10 minuten staat er iemand met de fiets bij je voor de deur, komt het bezorgen. En dat doen we ook in Utrecht. Waanzinnig. Ik had niet gedacht als je me een half jaar geleden had gezegd. Provinciehuis Noord-Holland doen we ook via EURES, ook even aan onze klanten. En dit is nog maar het begin. Want daarbij hebben we ook een heel partnernetwerk afgesloten. We hebben een groep bedrijven, organisaties, provincies, gemeenten gevonden. Die hebben gezegd, wij vinden dit belangrijk. En we gaan samen met jullie, gaan wij dit mogelijk maken. Provincie Flevoland, Hillebrand Koning, dankjewel voor het vertrouwen. En dat was hard nodig 2 jaar geleden. En dat we hier nu met elkaar staan komt ook door het vertrouwen wat je hebt gegeven. Dus dank daarvoor. Amsterdam Instituut, Alexander Laarman, maar ook Erik Koldenhof, Gemeente Amsterdam. Fijn om samen te werken en mensen ook bij de gemeentes te zien die de complexiteit begrijpen en daar ook stappen in willen zetten. Ik denk dat dat nodig is. Dit is niet makkelijk, het is een grote opgave en dat kunnen we samen. Jongerenorganisaties, het zakennetwerk van de Zuidas, onderwijsinstellingen, Utrecht Universiteit, HKU, de VU, de Hogeschool van Amsterdam, Impact Hub, Manon, stadsmaker, Puur Sang, helemaal geweldig. Dus ik denk dat we met de groep mensen die we verzameld hebben dit ook kunnen doen. Belangrijker nog is als de boeren, de businesspartners, de overheden met elkaar de platformen gebruiken die er zijn, en dan noem ik er een aantal van. Het platform van de Floriade. De aankomende periode gaat dat verschrikkelijk veel momentum geven aan onze beweging van korte ketens. Omdat op de Floriade de korte keten natuurlijk ook een van de hoofdthema's is. Inclusief technologie en eiwittransitie. Hello Zuidas, het platform van zaken van bedrijven op de Zuidas die zeggen... joh, Amsterdam, dat vind ik wel een mooi narratief, ook waar Carlos omheen op zinspeelde. Amsterdam is altijd de koploper geweest op het gebied van innovatie, financiële innovatie. Ik geloof ook dat ze de derivaten bedacht hebben. Dat is misschien niet het mooiste waar we trots op kunnen zijn. Maar de beurs, de handelsbeurs, komt ook uit Amsterdam. Ik denk als wij met elkaar weer na gaan denken over het nieuwe economisch perspectief... onder de waarde van de bodem, de ecologie, de relevantie van voedsel als medicijn... en op een andere manier na gaan denken over die waarde... dat wij in deze omgeving, in Amsterdam en de MRA... misschien nog wel eens die puzzel kunnen vinden voor dat nieuwe narratief van onze economie. En dan zit je op de Zuidas natuurlijk prima. Taskforce Korte Keten, verbondenheid met de City Deal. Hubert, de leden, dankjewel dat je er bent. Steden die nu het heft in handen nemen en voedsel omarmen... in relatie tot eigen stedelijke problematiek. Ik denk een hele belangrijke... Erik Koldenhof gaat er zo nog even wat dieper op in... vanuit het perspectief van Amsterdam. Climate Kick, een project waarbij wij ook middelen gekregen hebben... om die stedelijke logistiek te onderzoeken. En het Smart Chain Consortium, dat is een onderzoeksconsortium van de Europese Commissie... die dus de waarde van korte ketens heeft bekeken... vanuit een heel breed zicht op voedsel. Dat was het consortium. Als je dan kijkt van ja, alle dingen die we met elkaar aan het doen zijn... kosten natuurlijk ook gewoon geld. En wat wij gemerkt hebben is dat wij met het consortium wat we hebben... met die partijen, dat er eigenlijk best veel middelen beschikbaar zijn... waar we samen gebruik van kunnen maken. Dat zijn soms... Het is eigen geld, want we stoppen er allemaal meer dan genoeg geld en tijd in, wat ook niet betaald wordt vaak. Dat moeten we niet vergeten. We hebben subsidies van steden, van provincies, van Europa en van het Rijk. En om daar gebruik van te maken moet je samenwerken en ook dat werk, want het is taai werk, samen doen. Dus wat we hebben gedaan met het collectief is dat wij een writing office hebben opgezet, waarbij we de partijen gezamenlijk bundelen om aanvragen te schrijven. En daar hebben we een aantal hele mooie mogelijkheden voor. Climate Kick, we hebben Horizon Europe, Farm to Fork, maar ook de regelingen rondom Smart City zijn gewoon super relevant voor hoe wij als stad en land met elkaar de mooie producten bij onze klanten gaan krijgen en de hobbels en bobbels op het gebied van ecologie, economie en maatschappij kunnen tackelen. Een van de belangrijkste elementen in de uitdaging die we hebben om het voedselsysteem weer lokaal te maken... zit hem volgens mij in de koppeling naar jong talent. We zijn hier op het Floriade Forum. Hiernaast zit het nieuwe gebouw van Eres Hogeschool, het Flevo Campus. Daar wordt een master ontwikkeld, voedseltransitie. En ik denk dat het slagen van het creëren van een regionaal voedselsysteem af zal hangen. Enerzijds van wat wij doen met elkaar... om voorbereidingen te treffen om die transformatie van ons voedselsysteem ook te realiseren. Maar het gaat vooral om de bereidheid en de mogelijkheid voor het jonge talent wat Nederland rijk is, om dit ook te gaan doen. Dus wat wij gedaan hebben met het consortium, met de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Flevo Campus, is de afgelopen 2 jaar vele honderden, en dat overdrijf ik niet, studenten een mogelijkheid hebben gegeven om via een regeneratieve werkplaats op Texel bijvoorbeeld, via projecten binnen de Universiteit Utrecht, logistieke onderzoeksprojecten op de Zuidas met de Hogeschool van Amsterdam. We hebben letterlijk een student gehad die heeft een week lang elke dag bij het VUMC aan het laaddok gestaan om te kijken wie er allemaal kwamen, hoe laat ze kwamen, welke producten ze dan leverden en hoe dat in elkaar zat, om maar te kunnen begrijpen waarom het zo raar in elkaar zit en dat lokale eten dat ziekenhuis niet inkwam tot dat moment. Inmiddels is dat dus wel zo. Dus je ziet hier een overzicht van een aantal activiteiten die er op dit moment gebeuren. En onze ambitie met dit consortium en onze beweging is van een 100 studenten naar 1000 studenten actief in de korte keten te gaan. En dat samen te doen. En wij zijn ervan overtuigd dat dat kan. Het gebeurt en het blijft gebeuren. Volg ook bijvoorbeeld Grounded. Dat is een initiatief van Maarten, die hier net ook alles heeft geopend. Maarten heeft een fort op de Hollandse Waterlinie. En dat heeft hij omgetoverd naar een creatieve broedplaats, waarbij kunst, jong talent, ondernemerschap, maar ook het narratief van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie, het nieuwe UNESCO-erfgoed, samenkomt. En dat, Carlos refereerde daar ook al aan. Die Hollandse Waterlinie was ooit bedoeld en die Stelling van Amsterdam ons te beschermen tegen de vijand van buiten. Aan de ene kant van het fort had je het platteland en daar kwam de vijand vandaan. Daar gebruikten we het water om het land onder water te zetten om de vijand tegen te houden. Aan de binnenkant had je de stad, maar ook de stedelijke voedselvoorziening. En die forten, dat narratief, dat is ook wat wij hier in de metropoolregio Amsterdam en in Utrecht samen kunnen gebruiken om ook toch ook wel het heldhaftige karakter, maar ook de importantie aan te geven van de veranderingen die we nu met elkaar moeten gaan doorstaan. Jong talent, eigenlijk het canvas van de forten en het gebied tussen stad en de forten, gaat ons heel veel helpen. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in IT. Wat nodig is om korte ketens te bouwen. Je kunt op een markt gaan staan met een boerenmarkt. Dat heb ik 100 keer gedaan in mijn leven. Ik denk dat Matthijs, als ik jou vraag hoe vaak heb jij het gedaan? Ontelbaar. Ik kijk naar Michel Penteman, idem dito. Het is allemaal hartstikke mooi en arbeidsintensief. Maar een korte keten ga je natuurlijk niet redden met alleen maar boerenmarkt in de stad. Dus je zult daar veel meer voor doen. En technologie, moderne technologie, is daarin fundamenteel. Dus wat we hebben ontwikkeld met elkaar is, we hebben een korte ketenplatform voor Local2Local ontwikkeld. En dat wordt ook ingezet voor vereniging Flevo Food. Dus hetzelfde platform, alleen in de look en feel en helemaal in de huisstijl van Flevo Food, met de Flevolandse producten. Dat hebben we ook gedaan met de boeren op Texel. Dat hebben we ook gedaan met de Flavorbox, waar Jan-Nico Appelman het ook aan refereerde. En aan de achterkant van dat platform kunnen die verschillende organisaties ook producten met elkaar uitwisselen, gezamenlijke logistiek organiseren, de administratieve lasten verlagen, maar ook zorgen dat de voedselveiligheid voor het collectief, want dat is echt een ingewikkeld ding, centraal gefixt wordt. En dat is heel slim. Dus dat stelt ons ook in staat nu om met 1 of 2 logistieke partijen samen een goede deal te maken en die kosten te drukken. Maar vooral door de uitwisseling van assortiment, het Flevolandse assortiment, naar Utrecht te brengen en naar Amsterdam, vice versa. Dus dat is een mooi moment wat we hebben bereikt. En daar blijven we de aankomende jaren ook in doorinvesteren. Daarnaast hebben we, en daar zijn we hartstikke trots op, ook nagedacht over hoe ga je nu uiteindelijk de producten van de korte keten verkopen via onze zakelijke netwerken naar degene die het in zijn mond stopt. De korte keten zegt, ik heb een burger en ik heb een boer en die wil ik aan elkaar verbinden. Dat is je hoogste doel. Die wil je verbinden aan elkaar. Dat doe je op een boerenmarkt, maar met een online platform is dat weer ingewikkeld. Je kan misschien wel een e-mailadres krijgen en misschien nog een keer een duimpje omhoog. Maar hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die we in de bedrijfskantines bedienen via Vermaat en Eurest, de medewerkers van de gemeente Amsterdam, ook de mogelijkheid geven om een stukje eigenaarschap te pakken van het product, de boer te leren kennen en daar verdieping op te vinden. Het laatste wat we hebben gelanceerd, en dat hebben we recent gedaan, 27 oktober op de Zuidas, is Let's Get Local. Dat is een omgekeerde markt. Wat feitelijk inhoudt, is dat als een producent, en daar hadden we er een paar van, zeggen ik zou graag een nieuwe teelt, bijvoorbeeld haverteelt, terug willen brengen en daar de bodem mee verbeteren. En haver is hartstikke goed voor je gezondheid, dus dat vind ik ook belangrijk. Maar ik heb het geld niet. De bank zegt even nee, of het is te kleinschalig, of ik zit al tot hier in allerlei ingewikkeldheid. Help mij, consument. Dat platform stelt die boer in staat dat product op het platform aan te vragen. Zeggen ik wil graag die teelt terugbrengen of dit product laten produceren. Consumenten en klanten tekenen gewoon in op een volume van het product. Rinke zit hier ook van het lokale in Amersfoort. Ook een van de koplopers in de korte keten. En die heeft voor zijn kerstpakketten van dit jaar een pallet besteld. Gorillas is wat groter, bestelt er 15. Eurest, verrek, gemeente Amsterdam, VU als klant, provinciehuis, doe ook maar 10 van die pallets. En op die manier creëer je zoveel voorinschrijvingen dat je eigenlijk het hele proces kunt voorfinancieren met elkaar. 27 oktober hebben we het gelanceerd en we zijn heel trots om te zeggen dat we de eerste 3 producten ook volledig gefinancierd hebben nu. Worden nu geperst, worden nu gedraaid, €50.000 business gemaakt zonder grote investeringen op de kop zelf te hoeven doen. Helemaal te gek. Dus Let's Get Local, daar gaan we de aankomende jaren ook met elkaar mee door. Daar vindt de klant, de boer en samen maak je afspraken over het eten op basis van aantoonbare impact. Dan als laatste, toch even het narratief en het moment van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie, de forten. Hier zie je de Stelling van Amsterdam, aansluitend de Hollandse Waterlinie. Wij gaan met het programma Voedsel Rond de Stelling, Utrecht Food Freedom, gezamenlijk die 2 regio's rondom forten en eten verbinden en zorgen dat we dat narratief met hele mooie praktische evenementen, maar vooral ook samen de noodzaak voelen om dit systeem de aankomende 2-3 jaar, ik denk dat het gaat om de aankomende 2-3 jaar, echt op een ander platform te krijgen. Hoe gaan wij naar 25% lokaal en verbonden, dat is niet alleen maar de afstand, maar ook echt in verbondenheid, ons voedselsysteem inrichten. 25% lokaal voor 2030. Dat betekent dat wij hier met elkaar aan het begin staan van een heel gaaf avontuur, wat zijn weerga mag spiegelen aan wat hier is gebouwd in het verleden. En ik denk dat er weer zo'n opgave is. En ik nodig jullie daarbij uit. En wij gaan het doen met een hele grote groep. En welkom. Het nieuwe normaal, dat is lokaal. Dankjewel, Mark. Fantastisch. Nou, ik heb hier de afgelopen jaren zelf ook heel actief in mee kunnen werken. En ik kan echt alleen maar zeggen, ik vind het absoluut inspirerend om te zien de diversiteit aan partijen, de innovatiekracht, de echte willpower van deze coalition of the willing om problemen op te lossen. Of dat nou innovatieve producenten zijn, of de logistieke partij die meewerkt, de afnemers die zich committeren. En met dat commitment kunnen wij echt heel veel gezamenlijk aanpakken. En het koppeling van jong talent is ook een prachtige beweging geweest. Want ik zie echt om ons heen een waanzinnig breed scala van gemotiveerde jonge mensen, gemotiveerde individuen, maar ook gemotiveerde organisaties die wel bij willen dragen en impact willen maken, maar zoeken waar kan ik me op aansluiten, waar begin ik? En volgens mij vormt zo'n regionale alliantie, zo'n coalition of the willing, daar een hele goede basis voor. Er is wat reuring, want het volgende wat wij gaan doen is zometeen gaan wij naar boven en dan gaan we samen met onze echte helden op de grond gaan we uitleggen wat heeft het voor hen betekend, deze ontwikkelingen. Wat betekent het voor de boeren en voor de boerencollectieven? Gaan we kijken, waar staan we nu en hoe gaat het? En nou, daar ben ik heel trots op, daar komen we zo op terug. Iedereen die thuis kijkt, ik vind het fantastisch als jullie in de chat vragen stellen, opmerkingen maken. En ik zou er ook gelijk al eentje uit willen pikken, want iemand in de chat die vroeg heel oplettend. Goede presentatie, prachtig verhaal, ik geloof het, maar hoeveel kopen jullie zelf al uit de korte keten? Dus ik zou even willen kijken, wie hier koopt hier regelmatig lokale producten? Alright, alright. Aantal handjes achter de camera, maar dat zijn toch wel 80%. Misschien niet altijd, maar de waardering is er. Dus een goede vraag en we gaan het steeds makkelijker en leuker maken om die producten te kopen. En samen kunnen we echt waarde creëren door deze uitdaging aan te pakken. Dus, dank jullie wel. En nu laat ik de video van de lancering van de omgekeerde markt in Circle zien. En dan schakelen we over naar het tafelgesprek. Tot zo. Hey, ik ben Maarten. Welkom op letsgetlocal.nl, de marktplaats voor nieuwe duurzame producten. Op letsgetlocal.nl kan jij als consument input geven op wat jij belangrijk vindt en helpen om echt waarde te creëren in jouw regio. Denk aan het verhogen van de biodiversiteit, wateropslag in de bodem, droge voeten houden, schone lucht, gezond eten. En dit doe je door boeren te steunen die met een positieve propositie komen. Makers die melden hun producten aan met onderbouwde impact analysis en op basis van voorverkoop zorg jij dat dit product in de markt komt. Zo creëren we samen het lekkerste, eerlijkste, meest verse product. Hier kunnen we echt trots op zijn. Iedereen winnaar. als gemeente Amsterdam vinden we belangrijk dat gezondheid en voedsel samengaan. Ik denk dat de omgekeerde markt helemaal past bij deze tijd. Je kunt veel persoonlijker je product samenstellen, waarin het ook belangrijk is dat veel producten gezonder zijn. Dat draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van ons allemaal in Amsterdam. Met de omgekeerde markt hoop ik dat er meer gezonde producten worden gemaakt en het liefst ook de producten van dichtbij. Want we hebben al die gezonde en lekkere producten hier. En ik hoop dat je gewoon zelf lokale producten hier makkelijk kunt vinden in de horeca, in je bedrijfscatering en natuurlijk gewoon in de supermarkt. Reverse Marketplace is interessant voor ons onderzoek naar de regionale voedselsystemen van de metropoolregio Amsterdam. En daarnaast kunnen wij onze studenten kennis laten maken met voedsel, logistiek en nieuwe verdienmodellen, waardoor de wereld duurzamer en circulairder kan worden. Ik hoop dat met de omgekeerde markt, of de reverse marketplace die Local2Local nu gestart is, dat er veel meer lokale producten op de borden van de Amsterdammers komen en van daaruit ook op de rest van Nederland. Zodat korte ketenproducenten makkelijker en met betere logistiek en goedkopere logistiek hun producten aan de man kunnen brengen. I think Local2Local is incredibly innovative within the food supply chain. We want to make sure that our consumers, when they come and buy with Gorillas or when they come and create loyalty with Gorillas, to make sure that we stand for mindful consumption, sustainability, and working with Local2Local shows just that. So what we hope to achieve is ultimately to redefine the food supply chain. We're in the business of serving our customers and consumers and genuinely making an impact. And I think by doing this very innovative initiative, we don't only serve what our consumers are wanting and needing, but we're also redefining the whole food ecosystem. And as Gorillas, as a leading quick commerce player within the Benelux, for us, it's incredibly important to be part of revolutionizing the industry forward. And I think by being part of the reverse marketplace, we do just that. Wij van Kompas Groep denken dat de omgekeerde markt voor onze locatie en organisatie zeer interessant is, omdat het aanbod dan bepaalt wat wij aan gaan bieden. En dat mensen daardoor gaan eten wat er te krijgen is, in plaats van dat de vraag andersom is. Ik hoop dat de omgekeerde markt gaat bereiken dat consumenten bewust worden wat voor een impact boeren hebben op het leven en het aanbod wat er is. En dat dat lokaal gekocht gaat worden in plaats van dat we het van ver weg gaan halen, zoals nu het geval is. De omgekeerde markt is vraagsturing door verbinding te leggen tussen boeren, telers, ambachtslieden en de eindgebruiker. Nou ja, zo kun je heel veel middelen inzetten, zodat mensen direct de producten van de boer of teler ambachtslieden gaan kopen. Die krijgt vervolgens een eerlijke prijs, wat hard nodig is. En vervolgens krijgt de consument, die krijgt het verhaal, die krijgt een prachtig product. En die gaat dat hopelijk dan weer doorvertellen. Ik hoop dat de omgekeerde markt zal bereiken dat de boeren, telers, ambachtslieden uit de anonimiteit komen. Dat die een gezicht krijgen. Dat hun producten gewaardeerd worden en vervolgens dat er dus ook met extra revenuen die er ontstaan geïnvesteerd gaat worden in kringlooplandbouw. Teruggeven aan de natuur, dat is het allergrootste doel. En dat dat weer beter gaat voor onze kinderen. Ja, fantastisch. Nou, het is echt mij een absolute eer om samen met deze helden en vertegenwoordigers van de verschillende boerencollectieven aan tafel te zitten. Met veel plezier al met jullie samengewerkt in het verleden. En kijk eens voor ons. Dit is de tafel van de overvloed. Dit is waar ik zo waanzinnig enthousiast van word. Het zijn prachtige producten en volgens mij ook elk met een eigen verhaal en impact. Bouke, zou jij misschien willen vertellen, wat zijn producten van Flevo Food waar je echt trots op bent? Ja, weet je, er zijn natuurlijk een overvloed aan producten hier. Je kent Flevoland van de aardappelen, de wortel en de uien, maar er is veel meer dan dat. We hebben 2 jaar geleden een onderzoek laten doen en er komen iets van 200 producten, dat was maar 80 boeren of zo. En de echte mooiste producten. Mm-hmm. Dus ja, er zit hier natuurlijk tot en met saffraan aan toe, witlof, pompoenen. Van alles en nog wat, echt een breed scala. Mooie fruitsappen. Eigenlijk alles wat je hebt van de volle grond kunnen wij wel eens een beetje bieden. Ja, dat is episch. Nee, ik vertegenwoordig ook Local2Local natuurlijk tegelijkertijd. Nou, die prachtige groentes hebben wij het bijvoorbeeld niet in Utrecht. We zijn heel blij dat we kunnen uitwisselen met Flevoland, met Noord-Holland, Matthijs van Proefkantoor. En dat geeft gewoon zoveel brede scala van producten, maar ook mogelijkheden. Wat is iets wat jij, Matthijs, echt, waar jij voor staat in jouw regio? Nou, het is eigenlijk één woord, verbinding. De boeren, de telers, die zijn heel druk met waar ze goed in zijn, produceren. En ik wil juist een platform zijn om die te brengen naar de eindklant, naar de eindgebruiker. Dat zijn voor mij particulieren die wekelijks een pakket krijgen, maar ook zakelijke klanten. Fruit, appels van René bijvoorbeeld. Ja, en dat verhaal erbij vertellen, weet je wel, dat is zo mooi, daar krijg ik heel veel energie van. Want neem nou bijvoorbeeld deze appel, hè. Dat is de enige biologische appelteler, René van der Aarde, die in Noord-Holland zit. En dat is absurd, dat moet anders. Waarom halen wij appels uit Nieuw-Zeeland terwijl de koelcellen vol liggen? Ik snap dat niet en ik wil graag dat systeem helpen veranderen, want dat deugt niet. Waarom moet een appel 30.000 kilometer reizen, terwijl het hier op 3 kwartier rijden groeit bij René in zijn boomgaard? En ook nog eens hier zo lekker is. Ja, ook dat. Ook dat. Dat is ook niet en hij investeert in de natuur. Hè? Hij is dus omgegaan van gangbaar naar biologisch. Dan moet je lef hebben, dan moet je lef tonen. En hij doet het, op eigen risico. Ja, dat moet gewaardeerd worden. Dus ik wil die verbinder zijn. En ik wil René, onder andere, maar ook Boer Ted. En zo zijn er nog veel anderen, John Huibers, die wil ik dat platform geven. Zodat zij hun mooie verhalen kunnen vertellen. En ook weer kunnen inspireren naar andere telers. Van, goh, hè, investeer in die natuur. Ja, fantastisch. En ook aan tafel zit Michel Penteman van de Boeren van Amstel. En Edwin Veldhuizen van de Groene Hartcorporatie. En volgens mij iedereen heeft iets waar ze echt goed in zijn in hun regio. Maar ook dingen waar ze wellicht minder goed in zijn. En waar samenwerking voor nodig is om het op te lossen. Heeft een van jullie een goed voorbeeld van wat je echt miste in jullie regionale korte keten. En wat jullie van een ander gebied hebben kunnen leren of overnemen om de keten sneller op gang te krijgen? Ik weet niet, heb jij een voorbeeld? Ja, wij zijn in onze regio van oorsprong heel sterk in kaas maken en zuivel maken. Maar in onze regio zijn er alleen al in het dorp Zoeterwoude waar ik woon 7 kaasmakers. Nou, dat is vrij uniek. Maar wat we minder hebben in onze regio is inderdaad groenten. Groentegewassen. Fruitteelt komt bij ons ook niet zo heel veel voor. Dus het mooie van deze setting is en dat je met elkaar om de tafel gaat, is dat je mekaars producten leert kennen en dat je die ook in je assortiment op kan nemen. En dat je elkaar niet als concurrent ziet, maar gewoon als partner of conculega, laten we het dan zo maar noemen. Maar ja, dat is ook het mooie van dit initiatief. Dat, onze sterke kant, kaas en zuivel, heeft ons gebracht waar we nu zijn. Maar we willen de stap in een grotere regio maken. Daar hebben andere regio's met hun specifieke dingen hard voor nodig. Ja, en de Groene Harde, heerlijke kaas. En jullie ook gaandeweg nog best wel een rol gespeeld in het optuigen van de logistiek. Ja, dat heeft voor Local2Local veel betekend, maar voor Flevo Food, wat heeft de logistiek voor jou betekend dat dat nu rolt? Ja, weet je, uiteindelijk is, je kunt de mooiste producten hebben en je kunt heel veel afnemers hebben, maar de logistiek, je moet de wielen hebben om het efficiënt van A naar B te krijgen. Of ik moet eerlijk zeggen van A naar B naar C naar D misschien wel. Hè? Wat net ook al zei, Mark, er zitten misschien minder schakels, is een heel mooi streven, maar dat rek je niet altijd. Maar bijvoorbeeld, maar je kan ook een schakel zelf in huis hebben als een hub. Waar we heel druk mee bezig zijn nu in de polder om dat te realiseren. Om het uiteindelijk efficiënter van A naar B te krijgen. Want je kunt niet elke dag langs al die boeren rijden. Dus we hebben een aantal provisorische hubs opgezet. En ik bedoel, het werkt nu. Dat is heel belangrijk. Dus je logistiek om het echt van A naar B te krijgen. Ik bedoel, de afnemers zijn er, de prachtige producten zijn er. En ik wil nog wel benadrukken wat jij net ook zegt. Het samenwerken, dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. En als je vraagt, waar ben je het meeste trots op die samenwerking? Omdat je van elkaar kunt leren. En niet alleen kunt leren, maar elkaars assets kunt gebruiken. Dus weet je, Local2Local heeft een prachtig platform. Waarom zou je zelf investeren in een nieuw platform als je het ook gewoon kunt gebruiken? Tuurlijk kost het geld, Maar uiteindelijk is het wel dé manier om, denk ik, voorwaarts te komen. Omdat je alles op één platform kunt aanbieden. En daarom inderdaad jij onze mooie groentes kunt aanbieden. Wij jouw melk kunnen verkopen. Wij de mooie kruiden van Matthijs weer kunnen aanbieden. En daarmee heb je dus een fantastisch mooi, moet ik zeggen, assortiment van prachtige lokale producten. Die, ja, waar eerlijk gezegd de groothandels gewoon niet tegenop kunnen. En uiteindelijk geef je de boer ook een verdienmodel. Exact. Dat is belangrijk. Ja, dat mensen dit kunnen gaan waarderen. Precies. En dat mogelijk maken. Ja. Zijn er nog andere echt knelpunten geweest wat voor korte ketens? Dat je logistiek heeft vaak wel voor hoofdpijn gezorgd voor korte ketens, omdat de volumes nog niet groot genoeg waren. Maar door de samenwerking merk ik dat de volumes... Het geeft echt dat gevoel, we zijn er bijna. Zometeen is het volume zo groot dat het steeds makkelijker wordt. Delen jullie dat? Ja, zeker. Dat is echt een leerproces ook voor mij geweest de afgelopen 6,5 jaar. Eerst rode cijfers draaien en dan vervolgens hoop op voldoende volume, zodat je zwarte cijfers kan draaien. Ja, het is complex, druk zwaar op de kostprijs. De consument is enorm, naar mijn mening, te veel ingesteld op gemak. Wil allemaal thuisbezorgd krijgen. Nou, dat gaan we niet doen. En dat moeten we zien te doorbreken. Dat is lastig, dat is heel lastig. Maar ja, we blijven trekken en duwen. Want wij geloven erin. En als we kunnen laten zien dat dat op alle fronten beter is voor de telers, die kan weer investeren in biodiversiteit. Minder food miles. Ga maar zo door. En dan nodigen we al die mensen die dus onze klanten worden of onze ambassadeurs willen zijn. Die nodigen we uit in de stallen en in de kassen. En we laten de telers zelf dat verhaal vertellen. Dan ben je echt aan het verbinden in optima forma. Dus jij zegt inderdaad ook echt die waardering en het bewustzijn, begrip van de consument aanwakkeren, het verhaal delen en hun daarin meenemen. Is ook echt een, iets geweest wat gewoon hard werken is geweest. Ja, weet je, de regio is zo rijk aan producten. Bekend, onbekend, veel gaat naar het buitenland, dat zei Carlos ook terecht. Veel mensen weten ook niet wat er uit het seizoen komt, hoe ze daarmee mee kunnen en willen gaan. Ja, en vooral ook de variatie. Hè? Dat is beter voor je lijf, beter voor je gezondheid. Ja, ik denk dat wij ook gewoon een rol hebben. Hè? Ik vertegenwoordig dan 18 boeren, jij 80 hè, meen ik. Ik weet niet hoeveel. Nou, dus laten we pakken een beetje 300, 400, 500 boeren vertegenwoordigen wij hier. En een boer is... nou, ik vind ten eerste belangrijk dat een consument ook snapt dat je niet allerlei dingen op bepaalde land kunt verbouwen. Veenweidegebied rondom Amsterdam is gewoon niet geschikt om groente op te verbouwen. Nee. Dus daar lopen onze dames in de wei. We zijn het meest inclusieve bedrijf ter wereld, denk ik, ondertussen. Mm. Met 99% dames in de productie. Maar die boeren die willen ook echt wel, en dat is ook wat ons onderscheidt natuurlijk, die hebben hun verhaal. Mm-hmm. Alleen die hebben gewoon niet zoveel tijd om dat te vertellen. Die consument wil dat best wel graag tot zich nemen. En die gaat er ook in mee. En dan heb je ook natuurlijk een onderscheidend vermogen waar niemand tegen op kunt, omdat je gewoon zo dicht in de buurt zit. En wat is de meest ludieke actie die je hebt gedaan om dit verhaal de stad en aan de man te brengen? Nou, wij hebben vorig jaar... Kijk, je moet ook een beetje in beeldtaal denken. En ik heb daar ook discussies over gehad. Wij zijn vorig jaar in een armada aan boten, een beetje David Goliath-achtig, zijn we de Amstel opgevaren. En toen heb ik nog met iemand overlegd van, nou, hoe gaan we het noemen? En ik wilde echt, we heroveren de stad. Nou, dat vond hij te agressief. Ik zei, nee, maar zo is het wel. Weet je, die stad, die is gewoon van deze boeren. Amsterdam is ooit in Oudekerk begonnen, hè? Honderden jaren geleden. En is gewoon overgenomen door multinationals, corporates. Maar die stad is gewoon van die boeren. En de mensen uit de stad hebben recht op spullen uit hun lokale omgeving. Dus we zijn met 2000 liter melk effectief over de Amstel gevaren naar de wethouder toe. En die heeft ons met de open arm ontvangen. Ja, tof. Echt heel sprekend. En tegelijkertijd merk je, als de consument helemaal bewust is en het waardeert het verhaal, hij denkt, wauw, dat is lekker, dat is kleurrijk, dit voegt waarde toe. En breng dat terug naar de producent. Zeg van, nou, we waarderen het dus als je iets goed doet voor health, lekker, natuur. Denk aan. Dus wat zouden jullie willen bereiken als we de relatie nog verder gaan versterken? Wat zijn dan problemen die jullie hopen op te lossen? Het is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Nou, wij hebben helemaal niks te verbergen. Het is gewoon het verhaal zoals het is. Ja. Dus het verhaal is eigenlijk heel makkelijk te vertellen. Want als we gewoon vertellen wat we doen, dan is dat meer dan voldoende. op ons bedrijf bijvoorbeeld, wij maken zuivel op ons bedrijf, maar we hebben ook een minicamping. En dat doen we bewust om te laten zien, joh, kom bij ons op de boerderij, kijk gerust langs, je bent welkom in de stal en vraag gerust waarom we dingen zo doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je ja, gewoon open en transparant laat zien. Nou, zo doen we het. En dan hebben we ook de kans om uit te leggen waarom we het zo doen. En, ja, en dat is nog wel eens een probleem in de maatschappij tegenwoordig. Er wordt natuurlijk een hoop dingen gezegd die niet helemaal kloppen zoals ze zijn. Maar laat die consument maar kijken op onze bedrijven. Dat geeft helemaal niks. Het is voor ons heel simpel om uit te leggen waarom we dingen doen. Dat vind ik heel treffend wat je zegt inderdaad. Juist dat positieve verhaal. Want mensen snappen er niks meer van. He, de boerenprotesten op het Malieveld, boeren zijn boos. Ze zijn de schuld van het stikstofprobleem, dat soort dingen. En die boeren, dat zijn bescheiden mensen. En die moet je helpen. Van, goh, vertel nou die verhalen, want dat is voor jou wel heel gewoon. Maar het is echt bijzonder wat je doet. En zoals René ook, dat omschakelen. En hij is de enige, daar loopt hij voorop in die linie. Dat soort mensen, die moeten in de schijnwerper staan. Nou, je moet het probleem niet uit willen leggen. Nee. Je moet gewoon laten zien, kijk, het is zoals het is en zo doen we het. En het is heel simpel. Ja. En wat mij opvalt is dat onze boeren die willen gewoon, die zijn dag en nacht met die melk bezig. En die willen eigenlijk vooral horen, het is lekker. Ja, het is een lekker product. En dat is natuurlijk heel simpel, maar alles waar je voor inzet en je krijgt een ei over je bol. Nou, maar dat lekker is natuurlijk één ding. Maar uiteindelijk is het... Je maakt natuurlijk de melk ook omdat het lekker is, maar je maakt het ook met een ander doel. Maar uiteindelijk is het ook gezond. Ja. Het is gezonder. Je kunt er prachtige melk mee opschuimen. Maar ik heb het pas thuis nog gedaan. Ik kreeg van jou een paar flessen mee. Ja, weet je, het schuimt als een malle. Want er zit ander eiwit in of meer eiwit. Ik weet niet precies hoe het zit, maar de toverdingen in een fles. Maar ik vind het wel te gek. Ja. Maar je moet mensen wel, wat je zegt, uitleggen. Of misschien juist niet uitleggen, maar laat ze maar zien, het goede verhaal. Maar je moet ze wel ideeën geven. En uiteindelijk heeft het ook een korte keten in zoverre beperking. Want je kunt niet in de zomer, in de winter aardbeien eten. Of andere dingen. Die worden overal nu vastgehouden in koelingen. En ja, ik hoef met de kerst echt geen aardbeien. Want het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Ze zijn niet lekker. Weet je, dus dat soort dingen. Eet gewoon lekker met de seizoenen mee. Dat moet je mensen wel uitleggen. Omdat ze eigenlijk vanaf de jaren 70 verwend zijn. Dat je zomaar alles elke dag kunt krijgen. Kopen. Maar het is allemaal beschikbaar. En ik denk dat we weer terug moeten naar een soort van realiteit die er nu niet is. En dat zal niet iedereen even leuk vinden. En dat is misschien ook omschakelen. Maar goed, als je al 25% meekrijgt van de mensen om het te doen, die je dan lokaal voedsel kunt aanbieden. Ik denk dat we dan echt een enorme grote stap gemaakt hebben. En lekker. En dan ook die realisatie wellicht voor die consument van wauw, wat ik hier eet heeft gewoon direct invloed op hoe mijn regio daaruit ziet. Ja, precies. Je vroeg net ook van wat zou er nog moeten verbeteren. En we hebben net naar 3 kolommen zitten kijken. Dat zijn natuurlijk, de business stond in het midden. En ik denk toch dat dat soort organisaties, dus overheden of commerciële organisaties, als die zich meer inrichten op lokale producten, die eindgebruiker die wil het gewoon eigenlijk wel. Die is er zich misschien niet zo bewust van, maar die kan het heel vaak niet krijgen. En ik vind prima dat ze het wel binnen 10 minuten in huis krijgen. Iedereen mag van de flitsbezorgers vinden wat ze willen. Maar het werkt en ik denk dat het heel leerzaam is dat zij hun logistiek dusdanig op orde hebben. Dat ze op elektrische fietsen. De last mile, een jaar geleden gingen wij met Gorillas samenwerken. Nou, dat is een van onze grootste klanten geworden in die tijd. Dus laten we vooral ook niet met afschuw naar partijen kijken of ontwikkelingen. Van ja, dat is allemaal nieuw en dat deugt niet. Maar laten we die omarmen. Maar laten we vooral die bedrijfskolom, die business ook forceren. Ik denk dat daar de grote twist nu kan zitten. Als die meegaat in deze voorlopers, de pioniersfase waarin we zitten, dat zou echt enorm helpen. Ja, dat ben ik met je eens hoor. Dat merk ik zelf ook bij mijn zakelijke klanten. Dat het eigenlijk met hele simpele interventies, bijvoorbeeld een vitaliteitspakket voor het personeel, enorm gewaardeerd wordt. Die vertelt het verhaal bij. Kom tijdens september naar de tuin van René en hij vertelt je hoe deze appel die je nu aan het eten bent, hoe die gaat plukken en hoe die hebt verzorgd en dergelijke. Dus proof of concept is er. En we hebben nu tractie nodig inderdaad om meer bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen te zeggen van eet lokaal. Ja, zo simpel is het. Ja, precies. Maar er zitten echt nog wel een paar uitdagingen. Ja. Die hebben we genoeg. Ik weet niet of dat een van je vragen is die nog gaat komen. Maar, ja, maar wat ik wel echt wel persoonlijk mijn grootste uitdaging vind, is dat je als ondernemer zijnde enorm moet investeren om dit voor elkaar te krijgen. Ja. En dat doe je niet om er rijk van te worden, helemaal niet. Dat doe je omdat het, tenminste in mijn geval, omdat ik met hart en ziel geloof dat dit de enige weg voorwaarts is. Dus ik besteed denk ik 70% van mijn tijd aan het helpen van het vermarkten van dit voedsel. En ik wil niet zeggen dat ik elke dag met die katten loop te sjouwen, maar ik ben wel bezig met die samenwerkingen te smeden. Ik was net ook blij te zien dat er zoveel partijen inmiddels op zijn gestaan die toch wel zeggen van jongens, we geloven in dit. De funding gaan we voor elkaar krijgen. Want dat is, als een paar ondernemers zijnde, is dat toch echt wel super ingewikkeld. Dus dan ben ik wel blij om dat te zien. Ja, en vanuit mijn perspectief, en dat delen we volgens mij samen, is het wel al een wereld van verschil met bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Hoe groot is het verschil als we nu over nog 2 jaar zouden kijken? Waar staat de korte keten dan? Ik denk dat we bestaan nu bijna 11 jaar. We hebben net al eventjes het woord de logistiek over de tafel gehad. Mm-hmm. Ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen. Logistiek is wel een van de grootste uitdagingen om je product uiteindelijk op de plek te krijgen waar je het wil hebben. En we zien de afgelopen 2 jaar inderdaad wel dat we volgens mij op de goede weg zitten. Wij hebben de eerste paar jaar ook zelf onze transporten geregeld. En ik zou bijna zeggen, geluk bij een ongeluk is dat het vrachtwagentje waar we mee reden al gauw te klein werd. Dus dan werd de afweging een grotere vrachtwagen of een logistieke partner erbij vinden. Nou, dat is een van de beste stappen die we gemaakt hebben. Een logistieke partner, professionele logistieke partner erbij gezocht. Wij zijn de eerste jaren sterk geworden doordat we een hele goede samenwerking met een retailpartner gevonden hadden, Hoogvliet Supermarkten. En de transporteur die daar al jaren zaken mee deed, die hebben wij eigenlijk toevalligerwijs ook tegen het lijf gelopen, een praatje mee gemaakt en die snapte met welk probleem we zaten. En we zien nu, de laatste 2 jaar, dat die vrachtwagen ook echt gewoon vol komt. Maar dat we ook niet achterover kunnen leunen. Want het volgende probleem deed zich alweer voor. In de steden, daar kom je met die vrachtwagen bijna niet meer in. En die professionele logistieke partner, die is ons ook net een stap vooruit. Die dacht er al over na, had al een hub opgezet in de regio Leiden. Die was al met een autootje elektrisch begonnen om die stad in te rijden. Nou, je ziet nou gewoon dat we die stap die we eigenlijk vooruitgezet hebben, dat die goud waard is. En daar kunnen we met z'n allen van profiteren. En dat moet ook, want anders dan bereiken we allemaal net ons doel niet. En als we onze krachten bundelen, dan komen we er met z'n allen er wel. Dus ja, dat is een groot voordeel. Daar hebben we echt een goede stap mee gemaakt. Dus je moet doen waar je goed in bent. En logistiek is in principe niet iets waar wij als ondernemers of als boeren heel erg goed in zijn. En daar heb je specifieke partijen voor nodig. En dat is prima. Die moet je er ook gewoon voor betalen voor het werk wat ze doen. Ja. En die kunnen dat beter en efficiënter dan wij met z'n allen bij elkaar. En die mannen kosten ook wat, maar ze zijn er geld dubbel en dwars waard. Ja. Dus echt. En dan ligt het er ook nog aan, kun je daar vaste chauffeurs op zetten, die precies weten hoe het allemaal werkt bij de producenten, bij de boeren. Want dat is al een uitdaging, om op het platteland met een grote vrachtwagen die spullen allemaal op te halen. En vervolgens moet hij ook nog snappen hoe het in de stad werkt. Ja. En dat is weer een hele andere uitdaging. Ja. En, wij hebben 2-3 vaste chauffeurs vanuit het bedrijf die specifiek onze rondes rijden. Nou, dat is echt goud waard. Ja. Hoe denken jullie trouwens over corona? Je vraagt over 2 jaar. We zitten natuurlijk in een soort nieuwe van lockdown. En ik zit pas 2 jaar of sinds corona in dit vak, zeg maar. Maar ik heb wel het gevoel dat het een enorme versneller is geweest van het lokale product. En dat destijds mensen zich echt gingen afvragen. En het hamsteren van wc-papier, waarom weet ik niet. Maar dat daardoor wel de vraag, hoe voedselzeker is Nederland? Nou, die is volgens mij ondertussen wel beantwoord. Wat dat betreft ben ik helemaal niet positief gestemd over corona. Maar aan de andere kant laat het wel natuurlijk ja, als je... Ik zat net die presentatie van Mark, ja, eigenlijk, of van Prins Carlos. En misschien kan je corona wel als een ander natuurgevaar zien. Ja. Hè? Of de klimaatverandering, als een, dat we daar ook een soort stelling van, rond Amsterdam of rond iedere stad, hè? Of rond de hele wereld misschien mee. Ja, sowieso. Dus persoonlijk heb ik wel een soort idee van, ja, als deze versneller nog harder blijft drukken. En het lukt ons ook om die consument te laten zien waarom het belangrijk is om lokale producten te kopen. Niet alleen omdat ze... het lekker is en omdat dichtbij is, weinig foodmiles, noem maar op, korte ketens. Maar ook dat ze snappen dat het geld wat ze hierin stoppen, dat gaat gewoon in hun directe omgeving, blijft dat hangen. Hè? Anders gaat het naar de aandeelhouders ver weg. Terwijl als je van onze boeren koopt, die stoppen het in biodiversiteitsachtige zaken. En betere producten, en dat is uiteindelijk de key. Waarvoor je het als consument moet doen. Ja. En dat moet je snappen, en dat is wat we over de brug moeten krijgen. Ja. Dat ben ik het helemaal mee eens. Ja. Het gaat niet alleen over die lekkere producten, maar het gaat echt over je investeert in je eigen omgeving. Ja, in je directe leefomgeving. Ja. Ik had van de week Martin Canas aan de lijn, uit het Waarland. Teler van de Venkel trouwens. En die vertelde van, nou, ik ben een stalletje gestart in de coronatijd. Want mensen die kwamen naar me toe van, goh, je hebt hier een kas staan, wat teel je nu eigenlijk? Hij zit in het buitengebied. En hij denkt, nou ja, laat ik eens een stalletje aan de weg proberen met wat biologische producten. Nou, dat liep als een trein. Er kwam steeds meer vraag. Ik zeg, en nu? Hij zegt, ik haal er gewoon een maandsalaris uit. Ik zeg, kijk, dit is de korte keten in optima forma. Niet iedereen heeft misschien die mogelijkheid, maar dat zet wel boerentelers aan het denken. Van, hé, er is blijkbaar meer behoefte gekomen. Corona zal daar een bijdrage aan geleverd hebben. Aan bewustwording van, oh, groente, fruit. Zo zorgen voor weerstand en melk. Dus ja, ik hoop dat dat blijft. Ik hoop het. Ja. Ik denk dat het belangrijk is wat we over 2 jaar voor elkaar moeten zien te krijgen. Is niet dat we dat in zoverre niet naar die consument toe karren, wat jij net ook zei. Om het bij hem thuis af te leveren. Er zijn een aantal partijen heel erg goed in. Maar om de verkrijgbaarheid van het lokale voedsel, om daaraan te kunnen werken. Op een duurzame en lange termijn manier. En niet supermarkten die dan zeggen, leuk, het is een mooi product. We zitten voor 2 weken in de schap en daarna knikken het weer uit, want dan is het nieuwtje eraf. Dat moet echt op een duurzame manier, als we dat over 2 jaar voor elkaar hebben, ik denk dat we dan weer een kantelpunt hebben om te zeggen van, dan kunnen we de volgende stap maken. Nou, ik wil daar wel aan toevoegen, want wij liggen dan in heel veel Albert Heijns en Dirks. Dat is ook prima. Hè? Waarom? Er is een soort hetze tegen supermarkten altijd, en wij blijven daar vooralsnog van geschoond. Maar dankzij die supermarkten liggen we gewoon op loopafstand in feite van de consument. En ja, als je daar naar de logistiek gaat kijken, dat is... Ja, daar kunnen we zo... Daar kun je zoveel verschrikkelijk veel van leren. Die supermarkt die hebben we nodig. Dat hebben wij de laatste 10 jaar als geen andere ondervonden. Want jij zei net ook al met... Maar die supermarkt moet het wel snappen. Ja. En die moet ook zijn nek voor je uit willen steken en die moet je ook wat gunnen. Zolang dat allemaal in orde is, gaat dat prima. En je hebt echt die supermarkt nodig om bij die consument te komen. Ja. Dus er is maar een handjevol mensen die dat rondje door het platteland maakt. Ik heb ze ook iedere week bij mij langs mijn winkel. Altijd dezelfde mensen die het rondje doen. En die overal bij boerderijen de spullen halen. Dat zijn een handjevol mensen. Daar gaan wij het niet mee verdienen. Maar wel samenwerking met retailers. Maar nogmaals, ze moeten je wat gunnen, ze moeten het snappen. En over corona... Dus een verhaal, een onderscheidend vermogen. Want laten we eerlijk zijn, melk... Nee, maar vervolgens moeten ze er zelf ook mee aan de gang willen. Ja. Ze moeten de nek voor je uit willen steken. Dat hebben ze bij ons goed begrepen. En tot nu toe, moet ik zeggen, in al die 10 jaar is dat prima gegaan. En ik ben er ook helemaal niet bang voor dat het de komende 10 jaar weer op dezelfde voet verder kan gaan. Maar wat jij net aangeeft, de kansen die de coronasituatie zouden bieden, heb ik wel een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant ja, wij hebben een omzetstijging gezien vorig jaar toen de hele coronapandemie de kop op stak. Ik heb wel het idee dat het, als we niet uitkijken, dat het ook zo weer weg kan appen bij de consument. Dus daar moeten we zeker aan blijven werken. Aan de andere kant de regelgeving voor de boeren in Nederland. Die belemmert ook wel een hoop boeren, niet allemaal. Maar sommige boeren die zullen andere keuzes moeten maken door de regelgeving. Ik zit zelf ook vlakbij een natuurgebied. En ik maak prachtige producten en ik ben hartstikke trots op mijn bedrijf en op wat ik doe. En toch leef ik iedere dag in onzekerheid of ik ook aan de andere kant wel gewenst ben als boer in de omgeving waar ik zit. Ja. En dus het geeft wel een dubbel gevoel. Een paradox, ja. Ja. Nou, wat ik interessant vind om te horen, en ik wil zo graag terugkomen op je overleving, dat je zeker weet dat het gewaardeerd wordt door mensen, is op verschillende vormen betere relaties scheppen met die consumenten. Of dat nou via een supermarkt is, en wel on your terms, hè. Goede prijs voor de producent, extra centen erop voor het natuurgebied en de weidevogels in jullie geval. En dat is denk ik helemaal iets waar we ons ook achter moeten zetten. Op elke manier, via platforms, IT, business consumer. Zorgen dat dat verhaal en dat product bij de consument komt op zo'n manier dat ze het gaan begrijpen en waarderen. Van, nou, het is lekker, maar het heeft ook echt invloed op hoeveel weidevogels ik zie op mijn fietstocht naar de universiteit toe. En als we daar aan door blijven houden, dat is fantastisch. Dan krijg je een andere situatie. Dan zie je niet meer als de boer, als de vijand van de natuur, van het landschap, maar als degene die daar zorg voor draagt, die dat werkt met de natuur. En tot nu toe heb ik alleen maar producenten ontmoet die dat vol liefde en passie doen. En allemaal een uniek verhaal, of dat nou honing is van verschillende bloemen met verschillende gezondheidseffecten. En ze weten heel veel. Dus ik zou met elkaar willen blijven onderzoeken hoe kan de hulpvraag die eigenlijk de mensen in de stad hebben voor gezonde lucht, recreatie, droge voeten, stikstof uit de grond, CO2-opstand, noem het maar op, al die services en lekker eten wat een boer biedt. Hoe kunnen we dat echt direct bij de producent neer laten leggen, zodat hij daarop in kan spelen? Ja. Nou ja, goed, dat vind ik een hele grote vraag natuurlijk. Hè, maar, sorry. Nee, jij begon al net van, het is fijn dat we op logistiek, ICT en dat soort dingen van onder andere Local2Local en andere partijen meedraaien. Maar als je naar de essentie kijkt en gewoon naar je product of je doelstellingen, bij ons is dat dan dat we die weidevogels natuurlijk zoveel mogelijk ruimte willen geven. Maar als je nou je klant, je toekomstige klant, een soort mentaal eigenaar laat zijn, ook van dat weidegebied of van het veengebied of het boerengebied. En dan vraagt, wat kunnen we nou voor je gaan maken? En dat vind ik het leuke aan de reverse marketplace, hè, de omgekeerde markt. En stel je weet daar 3000 mensen aan je te binden die zeggen, nou weet je, ik heb hier dan de roomyoghurt liggen. En we zijn met kwark bezig, sportief de kwark van Amsterdam. En misschien laten we dat wel bij jullie maken, had ik zitten denken. Want wij hebben geen eigen fabriek meer. Maar als ik dan mensen het idee geef van, nou, je kunt je hierop inkopen. En ik heb zo meteen 3000 klanten. Dan kan ik ook naar de supermarkt gaan en zeggen, nou, luister. Ik heb gewoon 3000 klanten die willen het product van je gaan kopen. En ook een beetje als reactie op jou van, de supermarkten moeten je niet zo meer laten vallen. Nee, maar dan moet je ook inderdaad wat voor teruggeven. Iets wat ze niet hebben, hè? Want er staan natuurlijk 100.000 pakken melk staan er in de schappen daar. En ja, dus je moet op andere dingen concurreren. Nou, als wij nou dat verhaal van die lokale boer terug kunnen geven, de beleving, hè? De natuurbeleving, en dan ook nog eens het eigenlijk inzoomen op het grote probleem waar de boeren sinds, nou wat is het, 2015, 2016 ineens voor gesteld staan. Hè? Dat ze een soort verantwoordelijk worden gehouden voor de CO2-uitstoot. Dan heb je wel een troef in handen. Alleen dat kan je gewoon eigenlijk zelf niet ontwikkelen, dat soort software. Dus als je dat als met een keten, met een alliantie oppakt, en dan kan je uiteindelijk ook nog je producten bij de klant van je collega's gaan verkopen. Maar wat je uiteindelijk moet doen is natuurlijk gewoon je voordelen uitleggen aan je klant. Dat is uiteindelijk de essentie natuurlijk van het verkoop. Niet alleen maar een product willen verkopen, maar uiteindelijk waarom. Weet je, dat is belangrijk voor een klant. Waarom? Dus als hij snapt waarom, als dat hij dat moet gaan doen, denk dat dat het belangrijkste is. He, dat het water wordt opgeslagen in de bodem, dat een boer betere producten kan maken, dat je achterland beter wordt, dat de CO2 in de bodem gaat via de klavers, nou, noem het allemaal op, dat je betere melk hebt, lekkerdere worst. Beter. Lekker is één ding, maar uiteindelijk is het beter. Weet je, dus we moeten weer terug naar eigenlijk wat het was met de weg voorwaarts die de technieken ons bieden. Dat is een hele mooie tweesprong waar we denk ik in zitten. Een interessante manier. Terug naar hoe het was, maar met behulp van innovatieve IT-techniek om dat even handig te regelen. Ja. Die communicatielijnen tussen en samen. De consument. Want alleen samen red je het. Ik bedoel, dat is absoluut voor mij het keyword van de dag. Niet alleen van de dag, maar van het jaar en van de millennium. Maar het is belangrijker dan ooit, denk ik, op dit moment, dat wij als gevestigde partijen duidelijk laten zien waar we toe in staat zijn. En dat is onze plicht ook, vind ik. Dat we daar zo sterk mogelijk mee naar buiten komen. En dat we daar wel laten zien waarom lokale producten ook in de toekomst zo belangrijk zijn en blijven. Dan kom ik weer terug op die regelgeving. Ja, dat maakt het voor individuele bedrijven best heel lastig. En als je met elkaar de krachten bundelt als gevestigde partijen, die kunnen laten zien dat ze het afgelopen jaren, dat ze die prestatie hebben kunnen leveren. Dat is de enige manier om voorwaarts te gaan. Ja. Ondanks alle hobbels die we tegenkomen als individuele bedrijven. Ja, ik geloof dat daar ook technologie nog wel een rol kan gaan spelen. Tools, om echt het platform die laten zien en de mogelijkheid bieden voor de producenten die goed bezig zijn, om dat ook echt te bewijzen. En via sensoren, meten, dataplatform laten zien, kijk, dit is er gebeurd in het land, dit zijn de ingrediënten, zo hebben we het gedaan. En gewoon bewijzen dat het een goed kwaliteitsproduct is. Ja, dat is essentieel, weet je. De korte keten bestaat maar heel kort. Dus er is nauwelijks wat over bekend. Iedereen doet maar wat in zijn eigen gebiedje. En leert. En met elkaar, wat je zegt, versterk je elkaar. Kan je kennis en data uitwisselen. Maar ook bouwen aan nog meer nieuwe data. Zie, kijk. Is voetbal zijn minder. Dit is geneigd om te zeggen, de lange keten bestaat, ja, staat nog maar heel kort. De lange keten? Ja, ja, die is natuurlijk vanaf de jaren 60, 70 is die opgekomen. Ja, dat is waar, ja, maar de korte keten zoals de nieuwe korte keten. Ja, waar boerenverstand opeens hip is. Ja. Dat is. Inderdaad, hoe vet zou het zijn als wij gewoon blockchain-technologie, wat voor ons eigenlijk veel makkelijker is dan zo'n lange keten. Dat is in ontwikkeling volgens mij. Ja, dat weet je. En dan pak je gewoon het beste. Het is ook een soort evolutie volgens mij, weet je wel. The strongest of the species survive. Dus dan moet je toch slim zijn en kijken van, nou, wat voor resources heb je nou als je op technologie kan meegaan, of je kan op de distributie magie van dat soort partijen meegaan. Je kan vooral doen waar je zelf goed in bent en je voegt dat samen. En dan heb je volgens mij wel een voorsprong. Ja, en je moet ook grootzakelijke klanten mee krijgen. Hè? Zoals een Eurest, een Kompasgroep die erin gelooft. Ja. En dat, wat je al eerder aangaf, daarmee kan je impact maken. Ja. En vervolgens bereik je daarna indirect of direct de consument. Over systemen gesproken, ik heb wel een idee. Als we nou een soort sterrensysteem maken, dat mensen punten op een duurzaamheidsprogramma kunnen kopen door gewoon bij ons in te kopen. Ah, hier kunnen we zo meteen komen, daar denk ik, de volgende prestatie van Mark. En nee, dat is perfect. En Erik Koldenhof van de gemeente Amsterdam toelichten hoe je samen met zo'n regionale alliantie maatschappelijke problemen aan kan pakken. En dat op basis van metingen en data kan bewijzen. En ook dus de middelen die je daarvoor in gaat zetten, kan verdelen met de keten op basis van echt het bewijs. Wat heb je nou aan CO2? Welke rol heb je gespeeld in de keten? Nou, ik wil een vraag aan jou terugstellen. Ja? Want hoe snel denk jij, hè? Daar hebben we natuurlijk wel eens eerder over gehad. Kijk, wij willen gewoon ons product verkopen. Als ik bij die boeren terug moet kopen, die zeggen, wat zit jij te lullen, jong? Weet je, die zijn halverwege deze stream al lang afgehaakt. Als ze überhaupt hebben voorbij zien komen op hun telefoon en aan de praat hebben gekregen. Hoeveel liter gaan we verkopen? Ja. En daar draait het uiteindelijk allemaal om. Hoe snel, en we kunnen hier nog jaren over praten, maar ja, dan zit ik er niet meer bij, denk ik. En dan jullie waarschijnlijk ook niet meer. Maar hoe snel gaat die omzet komen? Ja. Ik ga geen nummers roepen, maar ik heb wel vertrouwen, want je merkt die grotere partijen, ze komen in beweging. Zo'n Eurest Compass echt op het hoogste niveau, committed. Wij gaan zoveel percentage afnemen van onze omzet uit onze gecombineerde korte ketens. Nou, dat perspectief, dat maakt natuurlijk heel veel los. Tegelijkertijd is het wel verwennen voor grote bedrijven om op een nieuwe manier zaken te gaan doen, op een nieuwe manier inkopen. En probeer dat zo makkelijk mogelijk voor ze te maken. Nee. Maar wat ik merk is dat er wel echt actief moeite ingestoken wordt om te leren hoe we samen te werken met die diverse korte ketens en die boeren te laten kennen. En dat verhaal door te vertellen aan de eindeter. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in dat die volumes echt de komende tijd door het dak gaan schieten. Maar willen ze dat ook wel? Want ze moeten het ook wel willen. Vanuit de regelgeving moeten ze het ook. Ja. Heb je het over de boeren of over de consument? De afnemers. Mm-hmm. Ja. Ze zijn verplicht om duurzamer in te kopen, laten we het zo maar noemen. En de ene partij gaat er anders mee om, merken wij ook, als de ander. En als ze dat willen snappen en nogmaals ook de nek willen uitsteken, ja, dan kom je ergens met elkaar. Ja. Maar dan moeten ze het ook willen. Niet alleen moeten, maar ook willen. Nee, helemaal. Ja. Precies. Ja. En ik denk dat je... Anders gaat het niet komen. Maar uiteindelijk, weet je, we zitten hier natuurlijk met z'n allen om een systeem te veranderen. En dat is super ingewikkeld. Dat heeft 50 jaar geduurd voordat de supermarkten zijn waar ze nu zijn. En die moet je ook absoluut blijven bestaan. Die heb je ook nodig. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar niet alleen op, onder hun voorwaarden, maar ook onder die van ons. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat voel ik zelf, dat we heel erg aan een systeemverandering bezig zijn. En dat is een hele moeilijke. En een hele ingewikkelde en een hele dure. Ja. Maar het moet wel gebeuren. Aan dat willen. Want Eurest Compass, daar ben ik vaak in contact mee. En... die zijn ook de cateraar, die verzorgt vaak voor kennisinstellingen, voor gemeentehuizen, een aantal zorginstellingen. En dan merk je dat de eindconsumenten, die opdrachtgevers, die bedrijven, die worden steeds bewuster. Die zeggen, nou, wij willen iets fixen, wij willen een probleem oplossen, wij willen gezonder eten. En door hen nu de mogelijkheid te bieden om te laten zien, van, nou, dat kan je helpen door deze producenten te steunen die dat wil gaan doen. Ik denk dat dat heel veel perspectief biedt en dat hoe meer wij gewoon het praktisch eerst doen met elkaar, mooie producten leveren, het eten, het proeven, het laten zien. Dat geeft zowel vertrouwen aan de producenten, want ja, je zegt het al, je moet het ding gewoon verkopen, anders vertrouwen ze ons niet om daarop door te werken. En meer bewustzijn bij de consumenten en dat op basis daarvan steeds meer echt impact gerealiseerd wordt. Dus praktisch doen en vervolgens echt richten op impact. Ik zou daar ook... zelf ben ik ook heel actief bezig met Michel om de omgekeerde markt neer te zetten. Waar jullie eerder het filmpje van laten zien. Nou, dat is een heel goed voorbeeld geweest van waar zo'n partij zegt... wij willen helpen om waste terug te dringen. En wij willen helpen om meer biologisch fruitteelt te stimuleren. Dus wat wij gedaan hebben afgelopen... Zou iemand best opvallen? Ja, daar zijn we. Oh, nee, nu ben ik veel te ver terug. Dat heb ik 18 keer geklikt. Uh-oh. Nou, Mark is zijn vrouw kwijt. Ja. Oh, dat is Erik. Ja, daar zit betekent op Erik. Hier zijn wij. Ah, hier. Er waren ook nog mooie sfeerbeelden. Want ook gisteren toen ik alle foto's uit ging zoeken hiervoor, ik kwam zoveel prachtbeelden tegen. En mooie activiteiten. En heel veel sfeer en beleving. Maar wat wij vorige maand hebben gelanceerd is Let's Get Local. De omgekeerde markt. Een platform waarop producenten positieve impactproposities kunnen doen. Maar ook consumenten aan kunnen geven van, wauw, wij zijn een zorginstelling, wij willen gezondheid, dus ik zou graag een kruidenthee willen afnemen. Wat ook nog eens de biodiversiteit in het gebied bevordert. Nou, wij zijn een grote zorginstelling, 50.000 monden te voeden, dus wij committeren ons voor 20.000 100 gram zakjes thee. Nou, prachtig, als je zo'n vraag echt in kaart brengt en daar begint, nou, ik ken... alleen maar producenten die dan lachend zeggen, ja, dat doe ik met liefde en plezier. Als ik weet dat de vraag er is, ga ik het voor jullie maken. Dus dat is het concept. En we begonnen met de voorverkoop van Mokums Supersap en Utrechts Supersap. Nou, dit is 2 jaar geleden begonnen, eigenlijk heel amateuristisch, met een Excel-sheetje en een probleem om op te lossen. Destijds was de warme zomer van 2018 en fruitteler William Pauw in onze regio... overwoog gewoon niks te plukken, want door de hitte was het fruit te groot, te zoet en zou het snel rotten in de winkels. Zijn wij consumenten gevraagd van, hey, wie wil dit komen redden? Als we 5000 doosjes sap verkopen, dan gaat William het plukken. Nou, met de Excel-sheetje gedaan en bijgehouden. En zo is William, hey, er zijn consumenten die het waarderen, dus ik ga het plukken. Nou, dit hebben we nu doorontwikkeld en William die werkt samen met Robert Elsof, maar via hen ook samen met René van der Aarde in Noord-Holland. En die hebben met elkaar een clubje waar ze met biologische boeren echt werken aan bodemverbetering. En ook daarmee andere telers weer inspireren om over te stappen. En nu kan ook dit concept om een extra verdienmodel te creëren voor zo'n fruitteler door de reststroom. Heerlijk fruit, maar net iets anders. Daar een goede prijs voor te geven. Gewoon 5 cent kilo. En dat kunnen ze dan weer investeren in die omschakeling naar biologisch. En nou, op die manier hebben wij Mokums en Utrecht Supersap gelanceerd. En dat is nu in een maand, hebben we alles verkocht. Compass, Eurest, Gorillas gecommitteerd. En we hebben 18.000 flessen of zo al voorverkocht. Super. Dus dat is een vrachtwagen vol. Dat is 1 efficiënt persmoment. En toen wisten we, nu kunnen we beginnen. Dus die etiketten die daar zitten, die zijn nu bij de drukker. En die gaan volgende week om de fles heen. Die liggen om de flessenbak gewoon. Ja, ja. Ja, letterlijk. Ja, je zegt het, het begon het concept in Excel, maar zo simpel kan het ook zijn. Ja. Het is geen concept, je hebt een inzicht. Er zijn 50.000 appels over, die kunnen of worden weggewerkt of we maken er iets van. Nee, maar dat is ook het mooie. We zitten niet bij multinationals. Uiteindelijk kun je gewoon van vandaag op morgen beslissen. Ja. We gaan dit doen. Toch heerlijk. Dat is mooi. Ja. Dat is ook ondernemerschap. Ja, ja. Met sommige dit soort producten moet het ook. Alleen het leuke is, dit kan je waar dan ook ter wereld doen. Ja. En als je er commercieel naar kijkt, dan kan je zeggen, nou ja, het is een soort procedé ABC. Concept, leg het vast, registreer het IP. Je hebt een soort succesgarantie, want je gaat niet produceren als je niet voorverkoopt. Dat is toch helemaal van deze tijd. Maar het mooie ervan, Michel, is ook dat... en dat vind ik ook mooi. Ik bedoel, een van de vragen vooraf was, waar ben je het meeste trots op? Eigenlijk, buiten samenwerking, dat ik eigenlijk onderdeel maak van alle schakels in het gamemodel. Hè? Zowel heel erg regionaal of lokaal, zeg maar. Regionaal, nationaal, maar ook Europees. Dit kan je gewoon Europees uitrollen. Ja. We zitten in de juiste platforms om het ook te kunnen doen. Ja. Dus weet je, dat is fantastisch. We hebben het netwerk, we zitten erin, we hebben... 4 jaar in Smart Chain mee gewerkt met dat soort dingen. Van vandaag op morgen kun je het gewoon in Europa tillen. Jij zegt het is er, maar het is er, we hebben het 3 weken geleden gelanceerd. En jij zegt, we zijn er eigenlijk al 4 jaar mee bezig. Nee, niet met die omgekeerde markt, maar wel met de korte keten. Ja. Wat kun je in verschillende gebieden doen? Wat kun je van elkaar leren? Ja. Dat betekent dat wij nu daadwerkelijk aan het doen zijn met de samenwerking. Dat is super uniek, met verschillende regio's. Dat gebeurt nergens ter wereld. Dat kan je gewoon stempelen in alle regio's van Europa. Ja. En daar zijn we al 4 jaar mee bezig om uit te vinden, hoe werkt dat nou in die korte keten? Wat kan je van elkaar leren? En dat krijgt nu tractie? Absoluut, ja. Ja, je ziet het gebeuren. Ja. Hier de regionale landsteden rondom Metropool Amsterdam. Van afnemers, boeren, kennisinstellingen zeggen... Samen gaan wij werken om echt een weerbaar regionaal systeem gaan bouwen. Nou, ik ben een beetje duurzaamheid gestudeerd, dus dat is waar mijn hartje bij harder gaat kloppen. Maar ja, we hebben mensen nodig die dat ook echt doen. En dat zijn die producenten in de regio's die er echt helemaal voor inzetten. Jullie als koplopers. En dat creëert allemaal innovatieve ideeën om problemen op te lossen. Als wij die kunnen uitwisselen met elkaar en toepassen waar ze nodig zijn, hebben we echt een model waarmee wij wellicht ons hachje kunnen gaan redden op een maatschappelijk en gevolg van klimaat. Maar ook dit kunnen maken op duurzaamheid inderdaad. Ja. Want je kunt dit gewoon stempelen aan andere gebieden. Ik bedoel, nogmaals, het is 1 e-mail sturen van dit is een goed idee en ze pakken het overal op. Nou ja, dat is, digitalisering heeft hier natuurlijk een mega effect. Want je kan zo alles met elkaar delen, de lessons learned. Videootjes maken, je brabbelt een beetje half Engels in, wat mijn hoogste niveau is. Wat meteen de rest van de wereld dan dus ook verstaat. Mm-hmm. Maar het is wel interessant om te zien dat dat 4 jaar heeft geduurd dan toch eigenlijk. En dat dat dan nu in een versnelling terecht... Ja, dat is niet alleen het proces. Maar nogmaals, het is echt super uniek. Wil ik echt benadrukken dat je met 4 regio's, of misschien wel 5 of 6, hoeveel het er zijn, samenwerkt om dit te gaan doen. Dat is echt uniek. En dat is wel te danken aan de welwillendheid van ons allen, denk ik. Mag ik jou wat vragen? Want je hebt een IKEA-achtergrond, weet ik. Hè? Heb je daar parallellen en tegenstellingen tussen gezien? De parallellen die ik heb gezien is natuurlijk dat je... Ik heb heel veel dingen daar geleerd. Hoe doe je een project? Ik bedoel, alles afbaken. Alles wat ik doe is voor mij in mijn hoofd in een project gegoten. Dus voor mij is het... En het zit allemaal in elkaar. Maar ook wel zeg maar, de stappen die je moet ondernemen. Elke keer weer terugleggen van, ga je dan de dingen doen? Hoe ga je het doen? Je moet het valideren. Weet je, al dat soort elementen heb ik wel meegekregen vanuit wat ik geleerd heb bij IKEA om dat soort dingen te doen. Maar het lijkt mij dat dat toch een organisatie is die ook stempelbaar is in het buitenland. Ja, zijn ze. Dat het vooral heel erg samen doet. Ja. Hoe is dat? Herken jij... Sorry, ik ga een beetje op je... Maar ik ben gewoon nieuwsgierig, hè? Want dat samenwerken met die boeren, hoe gaat dat bij jullie? In welk opzicht bedoel je dat? Nou, kijk, iedere ondernemer en ieder mens eigenlijk zit anders in elkaar. Mm-hmm. Wij werken met 35 boeren samen. Dat is een afspiegeling van de maatschappij, zou ik bijna zeggen. Ja. De ene is heel coöperatief ingesteld. De ander is er per ongeluk bij betrokken geraakt. Die diversiteit maakt het mooi en uitdagend. Ja. Maar ook wel eens lastig. Ja. Ja. Ja, daar moet je mee zien te handelen. Ja. En is de druk van buiten dan nu zo groot aan het worden dat dat makkelijker wordt? Omdat jullie in gemeenschappelijk belang groter wordt? Ja, dat kan wel een rol spelen. Ja. Ja. Oh, dat zou zomaar kunnen. Dat is voor mij uniek, want dat is eigenlijk de laatste vraag die ik jullie zouden willen stellen. Want ja, het is schaalbaar met andere regelen, dus het kan groot worden, maar wel door allemaal lokaal relevant, tastbare relaties en samenwerkingen. Dus hoe is voor jullie de sfeer in de korte keten en het werken met elkaar? Is dat iets wat makkelijk gaat? Nee, dat is best ingewikkeld, moet ik je zeggen. Het is niet dat het heel moeilijk is of dat er mensen chagrijnig van worden. Maar je moet wel een hele lange adem hebben. En dus je moet heel gepassioneerd zijn in dit om het te kunnen doen. En dat is nog wel eens ingewikkeld. Maar het samenwerken aan zich, ja, weet je, mensen zijn er ingestapt omdat ze ook een ideologie hebben. En uiteindelijk misschien ook wel omzetcijfers voor ogen zien. Maar daarvoor moet je niet in de korte keten stappen. Want bedoel, dat duurt echt nog wel even voordat je omzet hebt waar je denkt, ik kan eens een keer een nieuwe auto ervan kopen. Maar het is met name inderdaad het goed samenwerken met mensen. Het samen weten waarvoor je dingen doet. En ook nogmaals met de verschillende regio's. Omdat je dan de dingen toch wel, ja, heb ik net ook gezegd, van elkaars assets gebruik maakt. Dus het gaat niet over samenwerken binnen je eigen club, maar ook met die andere club samen. En weten waarvoor je het doet. En soms is het best holistisch. En best wel helikopterview van bovenaf dat je denkt, oké. Het is niet helemaal de dagelijkse realiteit nog, maar uiteindelijk je moet in en uitzoomen. En dat merk ik wel, je moet er wel flexibel in zijn. Ja. Daar heb ik wel moeite mee hoor. Er wordt ontzettend veel geluld door allerlei betaalde, gesubsidieerde clubjes. En die staan echt wel ver van de werkelijkheid af. Ja. En dan denk ik, geef dat geld aan de boeren of geef dat geld aan de mensen die er echt wat mee kunnen. Ja. En ik snap wel dat er, nou ja, misschien toch wel 4 jaar voorlooptijd heb je gewoon ook nodig om bepaalde dingen te ontwikkelen. Maar volgens mij kun je het marktmechanisme af en toe ook gewoon wat beter zijn werk laten doen. En is het nu toch wel vaak zo dat dit soort innovaties altijd aan een... Ja, dat hangt van de welwillendheid van de uitvoerende af en of die je nek durven uitsteken. Maar financieel gezien is het met banken lastig en ja, is het klimaat helemaal niet zo positief. Dus het is in ieder geval fijn om met een aantal lotgenoten, een paar blije eieren, zoals Matthijs. Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zei, want René van der Aarde, die is mee ook vandaag. En die vroeg ook van hoeveel boeren en telers zijn er? Ik zeg, nou ja, als ik het zo het lijstje zie, een paar, misschien 1, 2. Ja. Hij zegt, wat? Ja. En de rest, dat lult dan over dingen, en weten ze ook wat er leeft? Ik zeg, ja, dat mag ik hopen van wel. Hè? Hij zegt, ze moeten gewoon eens een keertje met mij een dagje meelopen in de tuin. Hè? Regenjas aan, door weer en wind, snoeien. Ja. Nou, dan weten ze een beetje pas wat het inhoudt. En dan kan ik ze wel vertellen waar we mee struggelen en hoe ze eventueel kunnen helpen. Ja. Dat is het. Er zijn veel te veel van die praatclubjes, te weinig doeners. De doeners, die staan in de tuin, die staan in de stal, die staan op het veld. En die hoor je te weinig. Ja, maar die doeners die komen nu wel individueel op hun bedrijf wel voor nog grotere uitdagingen te staan door de omstandigheden op dit moment. Ja. Onze kracht van onze coöperatie is altijd geweest dat iedere producent, ieder lid zijn eigen productie op zijn eigen bedrijf heeft. Dat is allemaal kleinschalig. Ja. En daar loop je nou helemaal keihard tegenaan. De energieprijzen die schieten het plafond door, de flesseninkoop, de grondstoffen, alles wordt duurder. We zien ook gewoon, ik zie het op mijn eigen bedrijf ook, het is gewoon bijna niet meer rendabel te krijgen. En dat, de ene kant is de charme van kleine bedrijven die elkaar... die met elkaar de krachten bundelen. En nog moet je door de omstandigheden die er nu zijn oppassen dat je daar niet aan onderdoor gaat. Wij kunnen, doordat we een coöperatie zijn, gezamenlijk inkopen, dus daar wat voordeel uit halen. Maar ja, dat wordt wel de grootste uitdaging de komende tijd. Maar krijgen jullie ook actief hulp van provincie bijvoorbeeld? Nee. Niet. Nee. Schandalig, ja. Nee, terwijl die juist in hun voedselvisies hebben geschreven, hè, kringlooplandbouw. Nou ja, dan sluit ik je aan bij jouw verhaal. Er wordt verschrikkelijk veel gepraat. Nou ja, onze provincie Zuid-Holland is daar ook heel goed in. Met de voedselfamilies. Nou, er wordt eindeloos gepraat. Er worden allerlei excursies georganiseerd. Maar ik zie geen... als ik daar eens een keer bij zit... Niet altijd, maar ik probeer er ook eens aanwezig te zijn. Dan heb ik altijd zoiets, jongens, laten we nou eens wat gaan doen, alsjeblieft. Laten we het gewoon gaan doen, ja. Ik wilde nog even reageren op wat jij net zei. Oh, sorry, ik was niet uitgesproken. Nee, dat is... Ga je gang. Als je het alleen aan de boeren overlaat, met alle respect, hè, maar dan, je hebt andere type mensen nodig die met een overheid of met grote retailers gaan praten. Dat soort dingen. En dat is wat ik ook geleerd heb bij IKEA. Ik zat ook met grote producenten aan tafel, met dat soort mensen. Ik bedoel, ik ben geen boer, ik loop niet met mijn laars in de klei. Ik bedoel, ik heb het ook wel gedaan. Maar laat mij maar met horeca om de tafel gaan zitten. Ik snap wat zo'n chef wil. Maar als je dat aan een boer vraagt, die man waar ik ooit het vlees mee begonnen ben, die kwam letterlijk met een kwart koe op zijn schouder binnen en zei, die kan je hier wat mee? Hij wist het niet. Nee. En dat is helemaal niet erg. Maar ik snap wat die chefs willen. En die zien mij als een van hun. En dus, je moet daar ook tussen kunnen schakelen. Dus ik bedoel, laat ook, wat ik net zei ook van logistiek, laat iedereen doen waar die goed in is. En het mooie is dan wel dat wij praten ook wel veel. We zijn er al heel lang mee bezig. Maar er gebeurt nu ook wel wat. Ja. En dat is fijn. En je krijgt het ook niet van vandaag of morgen geregeld. Dus het is ook super ingewikkeld. Ja, dat was voor mij de reden ook om aan te sluiten in dit consortium. Ja. Zodat we kunnen leren van elkaar. Precies. Want ik was ook wel zo'n eigenwijze drol die dacht van, nou ja, ik heb het zelf opgebouwd. Ik red dat wel. Maar om echt impact te maken, om echt die volgende stap... Ja, moet je gewoon leren van elkaar, van elkaars verschillen, persoonlijkheden en elkaar op die kracht inzetten. Precies. En dat is waar ik ook wel, wat ik merk, dat echt met elkaar problemen aanpakken en willen oplossen en van elkaar leren. Ik vind het heel tof om die relaties te hebben binnen een keten inderdaad. Om een producent te kunnen van, hey, kan je hem even zo en zo klaarzetten? Of dan en dan hebben we dat nodig? Of gewoon een project met studenten bij jullie komen doen, heb je wat tijd. En dat er toch altijd heel veel mogelijk is, omdat je elkaar gewoon kent. Ja, maar het is echt wel uniek dat je dan inderdaad met zo'n een van de werelds grootste cateraars zit. En dat je die gewoon kan bellen en dat ze bij je bestellen. En dat ze ook nog geld neerleggen, weet je. Dat, voordat daar de creditcard is gevonden of de afdeling finance iets goed heeft gekeurd. En tegelijkertijd dat we ook boeren, ik werk heel veel met studenten, die vinden het waanzinnig interessant. We gaan peren plukken elk jaar, maar ook echt hardcore onderzoek doen. En dat ook daar, gewoon omdat je elkaar beter leert kennen en de relatie beter wordt. En boer, nou is goed, ik neem wel een halve dag om het even uit te leggen. Mensen worden geïnspireerd, zeggen ik kom volgend jaar gewoon werken als plukker. En zo ontstaan er meer relaties en voegt ook echt waarde toe aan de leukheid van het eten en van de keten met elkaar. Eurest is wel een mooi voorbeeld wat dat betreft. Wij leveren al jaren via Eurest aan ministeries in Den Haag. En dat komt eigenlijk omdat daar een manager zat die het inderdaad snapt. En die heel veel waarde hecht aan pure producten. En je ziet nu, want ik denk dat we er wel 5, 6 jaar leveren onderhand, dat nu ook in de hogere lagen terechtkomt. En dat ze nu ook zeggen, hé, laten we dat wat we daar gezien hebben, in die paar kantines op het ministerie, laten we dat nou landelijk op gaan pakken. Ja. En dat proces, dat heeft een paar jaar geduurd. Maar dat is wel waar we nu staan. Ja, het is wel een mooi voorbeeld. Ja. Fantastisch. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Het is echt gaaf om met jullie te werken, maar ook om jullie hier aan tafel te zitten en dat jullie je verhaal wilt delen. En dat jullie vertegenwoordigen alle mannen en vrouwen die hard bezig zijn in kortketens op het land, in de verkoop, in het verwerken van de producten. En het is tof om te zien dat die beweging echt op stoom komt nu, dat volumes groter worden en dat hopelijk steeds makkelijker en steeds meer impactvol gaat worden. Zometeen gaan we terug naar beneden waar Erik Koldenhof van de gemeente Amsterdam zijn presentatie zal doen vanuit de gemeente Amsterdam. Wat gaan zij doen? Wat heeft de stad nodig? En gepaard met Mark Frederiks, die dieper ingaat op de verdere strategie van het robuuste roll-out-plan. Dus dank jullie wel. En zo meteen gaan we naar beneden. En we komen zo meteen terug op, want we hebben ook de laatste tijd sinds de lancering het onderzoek gelanceerd voor groentelimonades van oerrassen van wilde wortelen. En met dank aan de producent zelf, Martin Topper, Impact Hub, onderzoek, veel geleerd. En dat gaat er ook aankomen, daar komen we later op terug. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Dank je. Graag gedaan. Dit is William Pauw. Hij is biologisch fruitteler. William werkt met de natuur. En die kan soms grillig zijn. Soms is het te heet en droog of het hagelt of vriest als de bloesem er is. Het fruit moet zich hiertegen verdedigen. Maar dat ontwikkelt juist extra smaak en voedingsstoffen. Deze stoffen zijn voor mensen belangrijk. Zeker nu. Het fruit wordt weerbaarder. Maar het gevolg is ook dat een deel er minder perfect uitziet. Of iets te snel rijp is. In plaats van dat afnemers een goede prijs voor al dat extra's betalen, kopen ze het niet. Het wordt vernietigd, gebruikt als diervoeder of hooguit opgekocht voor een fooi. William krijgt bijna niets voor dit topproduct. En het komt niet bij ons terecht. Bizar toch? Tijd om in actie te komen. Want dit superfruit mag niet verloren gaan. Hiermee ontstond het idee om ons eigen lokale sap te maken. 100% natuurlijk Utrechts Supersap. Hoe werkt het? Wij vragen jou om een bestelling te plaatsen. En jij roept je vrienden, buren en collega's op om dit ook te doen. Gewoon online. Local2Local brengt het sap bij jou thuis. Het geld komt bij William terecht, zodat hij de productiekosten van het supersap en zijn teelt kan betalen. En samen zijn wij de grote winnaar. Het fruit gaat niet verloren, maar het maakt ons sterker. William kan investeren in bodem en biodiversiteit in onze regio, waar wij van kunnen genieten. Samen investeren wij in elkaar en een duurzame toekomst voor iedereen. Met Utrecht Supersap laat je zien dat je trots bent op onze boeren. En daarmee het beste voedsel uit de eigen regio mogelijk wilt maken. Nu en in de toekomst. Help mee en ga naar supportyourlocal.local2local.nl. Super. Welkom allemaal. Het is goed om weer terug te zijn. Nogmaals dank aan onze regiohelden over de praktische verhalen. En nu gaan wij echt verder de diepte induiken op het strategische plan, de robuuste rolloutstrategie voor regeneratieve regionale systemen. En dat doet samen met Erik Koldenhof en Mark Frederiks later. Nu eerst Erik Koldenhof van de gemeente Amsterdam. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Erik Koldenhof en ik ben programmamanager voedselstrategie van de gemeente Amsterdam. En ik ga jullie vanmiddag wat vertellen over wat doet de gemeente Amsterdam überhaupt aan voedsel. Waarom moet de gemeente überhaupt iets aan voedsel doen, zou je ook nog kunnen afvragen. En specifiek ga ik uiteraard vanwege deze middag inzoomen op het onderwerp lokaal voedsel, regionale voedselsystemen en hoe we daar als gemeente aan kunnen bijdragen en ook graag aan willen bijdragen. Ik heb, als het goed is, ergens een klikker, maar waar is de klikker? Hier is de klikker. Goed, misschien eerst iets over de voedselstrategie van Amsterdam. Ja, dat kan gebeuren. Een aantal jaar geleden, 2018, heeft het college dat er nu nog zit besloten om voedsel prominenter op de agenda te zetten van de gemeente. In de samenwerking met allerlei partijen die al lang met voedsel bezig zijn in Amsterdam. Maar ook om te kijken wat moeten we nu echt doen, op welke onderwerpen moeten we nu eigenlijk inzetten om die voedselstrategie in de breedte te laten werken voor de verandering van het voedselsysteem, waar wij het allemaal vandaag, maar ook in heel veel andere discussies met elkaar vaak over hebben. En daarvoor zijn 6 lijnen ontwikkeld de afgelopen jaren. En die loop ik even kort langs, om dan uiteindelijk het meest stil te staan bij de 4e lijn, dat verklap ik alvast. Want die gaat over regionale productie en distributie. De eerste lijn is iets wat we in Amsterdam al heel goed kennen, is het fenomeen van samen voedsel verbouwen, samen voedsel eten. Amsterdam heeft een hoge horecadichtheid, dat weten de meeste mensen wel. Maar dat is het ook iets om daarmee tot uiting te brengen dat voedsel in die zin ook een belangrijk onderwerp is binnen de gemeente Amsterdam. Maar ook het onderwerp stadslandbouw bijvoorbeeld. We hebben een forse subsidiepot elke collegeperiode weer om stadslandbouw te stimuleren. Laatst nog met een school die andere mensen in Amsterdam weer opleidt tot het zelf voeren van een eigen stadstuin. Op een dak, op een bouwterrein dat voorlopig braak blijft te liggen of waar dan ook in de straat. Dus die sociale functie, die vinden we heel belangrijk om te stimuleren. En we hebben het vandaag al als eerder gehoord, namelijk boeren voor buren. Dan gaat het meer aan om een andere sociale functie van voedsel, namelijk om de mensen die het tijdelijk niet kunnen betalen of daar echt problemen mee hebben om dat op langere termijn te doen, te helpen en te ondersteunen met voldoende voedsel dat gezond is en in ieder geval ook betaalbaar. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn gaat over afval en voedselverspilling. Voedselverspilling, voor zover ik nog niet weet, maar voedselverspilling is een enorm grote milieuvervuiler, om het zo te zeggen, vanwege het feit dat er zoveel transport en überhaupt energie wordt gestoken in de voedselproductie. En als het dan vervolgens voor een derde, wat we weten, niet wordt opgegeten, dan is het makkelijk uit te bedenken dat dat tot enorme voedselverspilling leidt. En daar willen we als gemeente met heel veel partijen in de stad een halt toe roepen door allerlei projecten daarin te steunen. Ook daarin komt Boeren voor Buren, ik moet het toch nog een keertje noemen, weer terug. Omdat namelijk gebruik wordt gemaakt van voedsel dat bij de lockdown, de eerste lockdown vorig jaar maart, bleef liggen. En ja, wat moet je er dan mee naartoe? En dat vond uiteindelijk een fantastische bestemming bij de bewoners van de stad, die op dat moment vanwege het verlies van hun baan bijvoorbeeld direct in de problemen kwamen. Dus daar is een fantastische match gemaakt vanuit sociaal oogpunten, maar ook vanuit het oogpunt van voedselverspilling. Dat doen we met heel veel meer projecten. Een derde lijn is de gezonde voedselomgeving. Al langer is de gemeente bezig met dit thema, omdat al, nou ja, wat voor zover je kunt nagaan, denk wel de afgelopen 20, 25 jaar zijn kinderen bijvoorbeeld steeds zwaarder geworden. Al vroeg bij de opvoeding blijkt dat veel kinderen al overgewicht hebben tot zelfs obesitas. Hoe kunnen we dat tegengaan? Dat is een grote verantwoordelijkheid van de gemeente vanuit volksgezondheidsperspectief, om de kinderen uiteindelijk straks een gezondere toekomst te geven. En een van de belangrijke dingen naast bewegen, veel meer bewegen voor kinderen, is natuurlijk gezonde voedsel. En dus daar ligt al heel veel aandacht voor op scholen, in de sport. We kijken naar normen die we kunnen opleggen, ook bij vergunningen, bijvoorbeeld bij evenementen, om te zorgen dat het aanbod van voedsel gezonder wordt en dat overal altijd water, gewoon water, beschikbaar is. Het schijnt heel bijzonder te zijn, maar het is echt belangrijk. Dan de regionale productie, daar ga ik zo wat verder op in, dus dat sla ik nu eventjes over. Het vijfde onderdeel is ruimte willen geven als gemeente voor ondernemerschap. In een stad die altijd groeit en waar de focus op dit moment in belangrijke mate natuurlijk ligt op meer woningbouw, is ook werk nodig. En er zijn gelukkig ook heel veel ondernemers bezig met het thema voedsel en die zoeken ruimte in de stad. Of die zoeken mogelijkheden om samen met elkaar, door netwerken op te bouwen, of door producten samen te ontwikkelen, elkaar te vinden. En daar wil de gemeente graag aan bijdragen. Door te investeren in bijeenkomsten, evenementen en ook kijken naar voldoende bedrijfsruimte. Het laatste onderdeel van die 6 lijnen van de voedselstrategie van Amsterdam gaat over dierenwelzijn en eiwittransitie. Waarbij met name de focus ligt op dat laatste onderdeel. Hoe kunnen we Amsterdammers aan een meer plantaardig voedselpatroon krijgen? De landelijke ambitie die is daarvoor al uitgesproken. Namelijk om te kijken of we van de huidige consumptie van vooral dierlijke eiwitten een transitie kunnen maken naar consumptie van meer plantaardige eiwitten. Heeft de gemeente daar een rol in? Ja, dat vindt de gemeente in dit geval wel, door ook een actieplan daarvoor te maken. Dat is nu in het bestuurlijke besluitvorming, dus het is nog niet helemaal rond. Maar vanaf volgend jaar verwacht ik dat we hier volop verder gaan inzetten. Dan kom ik terug op de vierde lijn, de regionale productie. Er is berekend, en veel hoor je ook over die 4%... 3 tot 5%, dat maakt even niet zoveel uit, van wat er op het bord van de gemiddelde Amsterdammer ligt dagelijks, komt eigenlijk uit de regio waar wij het vandaag over hebben. Dat betekent dus heel veel procent niet. Zeg maar even meer dan 90% komt niet uit de regio. We hebben het al eerder genoemd, en het is ook al eens eerder vandaag genoemd, van dat sommige producten wel duizenden tot 10.000 kilometers moeten afbrengen om überhaupt op het bord van Amsterdam in Amsterdam terecht te komen. Dat moet anders en dat is natuurlijk ook waarvoor we hier staan. Samen met de provincie kijken we naar die ambitie die we willen halen in 2030 om 25% van wat de Amsterdammer gemiddeld eet per dag door het jaar heen uit de korte keten te laten komen. Waarom? Nou, A, dus wat ik al zeg, die 30.000 kilometer, is dat eigenlijk niet een beetje gek? Dat zoveel producten zelfs met het vliegtuig hier naartoe worden gebracht, dat levert nogal wat milieuvervuiling op. Dat kan iedereen bedenken. Maar ook daarbij kan je je afvragen, hoe ethisch is het wat er allemaal uit het buitenland komt, wat in Nederland uiteindelijk wordt verkocht? We weten allemaal dat de arbeidsomstandigheden in Nederland over het algemeen goed zijn. Ook nog niet overal en ook nog niet altijd in de hele agrarische sector, maar over het algemeen wel. Maar we weten ook dat in heel veel andere landen dat een stuk slechter is. En dat hou je in stand door altijd maar die producten hier naartoe te halen. Iets anders ethisch is ook natuurlijk de biodiversiteit. Voor heel veel producten is het in andere landen nodig om ontzettend veel water te verbruiken, waar water eigenlijk helemaal niet zo makkelijk beschikbaar is. Nou, dan kan je je afvragen of dat dan het waard is om die producten misschien voor een dubbeltje goedkoper naar Nederland te halen, terwijl wij het hier zelf maken onder de meest, zeg maar, klimatologisch gunstige omstandigheden. Dat willen we veranderen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, kunnen we producten gezonder aanbieden aan de consumenten. Heel veel producten die we nu consumeren zijn extreem bewerkt. Ze zijn helemaal gedeconstrueerd, zou je kunnen zeggen. En er is vervolgens weer een nieuw product van gemaakt. Het verhaal dat ik daarbij altijd gebruik is ook dat de melk eigenlijk helemaal van een koe helemaal uit elkaar wordt gehaald in vetten, in eiwitten en in andere voedingsstoffen en water. En dan wordt daar vervolgens weer nieuwe melk van gemaakt. Voor mij is dat iets zo onbegrijpelijk dat we op deze manier leven, dat ik denk, daar moet echt een verandering in komen. En tot slot, er is ook een vraag, simpel gezegd, omdat in Amsterdam al best veel markten zijn, maar ook een kritische bevolking, kan ik wel zeggen, die ook wil weten waar komt het eigenlijk vandaan. Gelukkig zijn heel veel mensen zich daar al mee bezig. Willen ze ook weten van, wat eet ik eigenlijk? Discussies over voedselveiligheid van 20, 30 jaar geleden hebben dat ook aangewakkerd. Toen was eigenlijk niemand daarmee bezig, maar opeens, daar zitten wel heel veel E-nummers in. Sommige zijn heel normaal en stellen niks voor, maar andere kan je je afvragen of dat nou goed is. Vanuit die gezondheidsgedachte, ook vanuit de GGD Amsterdam is gezegd, ook, we moeten echt naar gezonder, door minder vet, minder zout, minder suiker en meer gezonde vezels in de producten terug te brengen. Of te houden, door ze niet zo ver te bewerken. Dat zijn redenen waarom we zeggen, dat moet anders op het bord van de gemiddelde Amsterdammer. Daarin denken wij dat Amsterdam eigenlijk een hele goede markt is, ook voor de korte keten, om het zo te zeggen. Want Amsterdam is relatief gezien voor Nederland, maar ook voor grote steden, zeer koopkrachtig. Een koopkrachtig publiek dat ook nog wel een morele oriëntatie heeft van dit kan anders, dit kan beter. Sociaal, hoog moreel appel in de stad aanwezig. En dus daar kan je wat mee als je het verhaal wil vertellen van de korte keten. Er zijn per dag ongeveer 1,5 miljoen werknemers in Amsterdam die allemaal ergens een baantje hebben, die allemaal moeten eten, tussen de middag op zijn minst. En vaak ook nog de boodschappen in Amsterdam doen om weer mee naar huis te nemen. Dus er is een enorme koopkracht in die zin. Dan krijgt Amsterdam, even de corona weggerekend, wie lukt dat nog, maar nog niet zo lang geleden kwamen er gewoon 22 miljoen toeristen per jaar naar Amsterdam. Dagjesbezoekers, mensen die wat langer in de stad zijn. Nou, dat is natuurlijk ook een enorme potentie, want toeristen, en in ieder geval een deel ervan dat wat hoger segment zoekt, bijvoorbeeld in musea, maar ook in eten, dat is daar rijp voor, dat wil dat graag betalen en is het soms ook al wel zeg maar gewend in eigen land en vindt het raar dat het hier niet is. Dus in die zin is daar absoluut, denk ik, heel veel markt voor. En wat blijkt ook, dat heel veel mensen het in de stad al zelf doen. Daar kom ik aan het eind nog wel even op terug om te vertellen wat gebeurt er eigenlijk allemaal in Amsterdam op dit moment. Maar het is een feit dat heel veel mensen al zelf het heft in handen hebben genomen door te zeggen, we gaan het zelf verbouwen. We wachten niet op de industrie, we wachten niet op de boeren, om het kort zo te zeggen. We gaan het gewoon zelf doen. In de buurt, al is het maar met een paar producten, we gaan ergens beginnen. Nou, daarvoor denk ik dat het, Amsterdam als gebied een enorme potentie heeft om deze lijn die we hier vandaag bespreken krachtig in te zetten. En om dat allemaal te onderstrepen hebben we ruim een jaar geleden, op 31 oktober 2020, de regionale alliantie voor de korte keten afgesloten in de vorm van een intentieverklaring. En eigenlijk wat we hier nu vandaag gaan doen zijn dus te onderstrepen met praktijkvoorbeelden dat we het ook echt aan het doen zijn. En die alliantie die is gesloten met heel veel verschillende partijen. Dat is ook het mooie van, want de gemeente wil en kan het ook helemaal niet zelf. Daar hebben we heel veel andere partijen voor nodig. Heel veel partijen zijn ook al eerder vandaag genoemd. Hè? Dus ik noem Boeren voor Buren, ik noem Impact Hub, maar ook voor het Voedsel Verbind. Een belangrijke co-partner van Amsterdam, omdat wat Amsterdam wil is eigenlijk wat Voedsel Verbind in de regio wil. Namelijk al die partijen aan elkaar verbinden om te zorgen dat die korte keten ook echt tot stand komt. Samen met provincies, samen met gemeenten, maar vooral met ontzettend veel boeren. En ook bijvoorbeeld bedrijven zoals de Rabobank, die daar ook aan bijdragen. Nou, ik ga ze niet allemaal opnemen, maar wel belangrijk is dat dat aandeel natuurlijk van dat in de regio geproduceerde voedsel gaat toenemen. En hoe kunnen we, en ook dat is natuurlijk het vraagstuk dat vandaag voor ligt, daar een modern woord dat iedereen tegenwoordig gebruikt, een roadmap op ontwikkelen, om te zorgen dat we eigenlijk een stappenplan kunnen maken, om te zorgen dat we ook echt dat concreet gaan doen en ook gaan meten. Mark Frederiks heeft al eerder vandaag aangegeven hoe belangrijk het is dat je ook met die data, met die ICT iets doet, om ook te kunnen zien wat is dan die groei. Hoe weten wij dat in 2030 ook echt die 25% lokaal voedsel op het bord van die Amsterdammer ligt. Daarvoor zijn grote investeringen nodig en dat kunnen we dus uiteraard alleen maar door samen te werken. In de hele metropoolregio. Dus niet alleen Amsterdam, niet alleen provincie Noord-Holland, maar eigenlijk alle gemeenten, nou zeggen ze op een schaal van 100, 120 kilometer vanaf Amsterdam gerekend. En als we het dan toch over die schaal en die straal hebben, dan hebben we ook vanuit Amsterdam in de voorbereiding naar dit traject waar we nu mee bezig zijn toe afgesproken met elkaar. Ja, wat is nou het verhaal dat je kunt gebruiken om ook de Amsterdammer hier warm voor te maken? Ik heb natuurlijk al een aantal dingen gezegd, hè, want Amsterdammers zijn er al mee bezig, een deel, maar heel veel mensen niet. Wat kan hun interesseren om ook bijvoorbeeld trots te zijn op dat het hier allemaal al is? Wat kan hun interesseren om het ook te herkennen als ze even naar buiten gaan? Amsterdam is zo'n beetje de groenste metropool van de hele wereld. En hoe meet je dat? Door te zeggen, nou binnen een kwartier kan elke Amsterdammer ergens in echt een groene omgeving zijn. In een park of aan het ei, bij wijze van spreken. Maar dat kan natuurlijk ook in het landschap rondom Amsterdam zijn. Nou, en wat ligt daar voor moois? Een prachtig werelderfgoed, namelijk de Stelling van Amsterdam. Die is daar al 150 jaar geleden uiteindelijk neergelegd, nooit gebruikt voor het doel waarvoor het bedoeld was, namelijk als verdedigingslinie. Maar wat er, omdat het niet gebruikt werd, wel is gebeurd, is dat het land vervolgens ingenomen is door allerlei mensen die voedsel verbouwen. Dus het is eigenlijk al meteen na de oplevering, zou je kunnen zeggen, gebruikt als voedsellandschap. Alleen, dat besef en die koppeling, die zijn er nooit gemaakt. En dat is wat we nu zo graag willen veranderen door die samenwerking te zoeken met alle partijen die hier vandaag aanwezig zijn en nog veel meer partijen in en om Amsterdam heen. Waarbij je die Stelling van Amsterdam, hebt dat dan maar getransformeerd naar Voedsel Rond de Stelling, gebruikt als metafoor voor het verhaal. Waar bewoners uit Amsterdam naartoe kunnen fietsen en dat kunnen ophalen, maar ook straks, wat mij betreft, op het pak melk of op het plak kaas of de groente in een wel of niet verpakt. Dat is nog even de vraag. Wat je kunt herkennen van dit komt daar en daar vandaan, dit is voedsel rond de stelling. Dit is uit mijn eigen omgeving en dat eet ik het liefst. Dat hebben we zo bedacht. Nou weet ik wel dat ook Flevoland, dat ik al een paar keer noem, natuurlijk, die heeft geen stellingen, maar gelukkig wel werelderfgoed. Dus ook dat zou nog een mooie uitbreiding kunnen zijn, om bij wijze van spreken tot aan Schokland aan toe, het werelderfgoed in Flevoland, ook dat eraan te verbinden, zodat we daar een grote samenwerking in kunnen krijgen, omdat daar natuurlijk ook een heel groot deel van het voedsel wordt verbouwd. Eerder is vandaag ook al gerefereerd aan de waterlinie, de Hollandse Waterlinie. En uiteindelijk is ook die waterlinie langs de streek van Utrecht werelderfgoed geworden onlangs. Dus nou, wat is er dan logischer eigenlijk, terwijl je het niet doorhebt, ligt het voor je voeten. de Stelling van Amsterdam te gebruiken voor dat verhaal dat de bewoners moet meenemen en kan meenemen in het bereiken van die grotere aandeel korte keten op het bord. Wat ik al zeg, die voedsel, dat is sowieso natuurlijk al een verbindende factor, want we moeten elke dag eten en ik hoop voor de meeste mensen dat ze dat ook samen doen. Doe je het niet samen, dan is het nog wel leuk en fijn en belangrijk dat mensen ook in ieder geval aandacht besteden aan het voedsel dat ze bereiden. De vraag die iedereen eigenlijk zich stelt, als je het maar ook met de mensen er daar ook in meeneemt, van ja, waarom moeten we het van ver halen als het hier ook wordt verbouwd? Dat is toch eigenlijk vrij simpel. En wat ik al vertel, die defensie van die defensielijn die ooit bedacht is voor die Stelling van Amsterdam. Nou, we hebben het vorig jaar meegemaakt met corona, dat gewoon schappen leeg waren met de meest basale producten. En dus ja, je kan het ook zien echt als een verdedigingslinie voor Amsterdam of voor de regio, of voor de MRA-regio als geheel, dat wij onszelf moeten verdedigen door weer meer voedsel uit de eigen regio te consumeren, te produceren, bij elkaar te brengen, om te voorkomen dat we nog een keer in zo'n situatie terechtkomen. Dat is vaak lange termijn politiek. En politiek is meestal niet van lange termijn, dus dat maakt het nog wel eens complex. Maar wij, denk ik wel met de partijen, misschien juist niet de politiek, maar juist de andere partijen die hiermee bezig zijn, moeten zorgen dat die lange lijn tot stand komt. Nou, en die lange lijn met zo'n stelling die er al 150 jaar ligt, die is er volgens mij wel. Mooie bijkomstigheid is dat we hier nu, omdat er dus ook echt momentum is, op de Floriade staan. Want de Floriade gaat over tuinbouw. Hè. Het is uiteindelijk gewoon een internationale tuinbouwtentoonstelling van oorsprong. Het wordt nu wel veel breder getrokken. Maar daar gaat het in de kern nog altijd om. En dan gaat het gewoon voedsel verbouwen. Dus wat dat betreft past de opening van de Floriade volgend jaar in april perfect voor het moment om ook hier nu kracht bij te zetten door die samenwerking op te zoeken op de korte keten. En dan iets verder weg, maar eigenlijk ook al heel snel. In 2025 is voor zover bekend Amsterdam 750 jaar geleden, nou niet opgericht, maar heeft 750 jaar geleden stadsrechten gekregen. Dat weten we dan ongeveer wel. Bestaat wel ietsje langer, maar in ieder geval. En Amsterdamse ondernemers hebben daarbij bedacht, wij zouden eigenlijk dat moment willen aangrijpen om Amsterdam een soort food capital willen laten worden van de wereld. Eigenlijk als we nu de stad binnenlopen in Amsterdam, de binnenstad vooral, dan is het wel een beetje beschamend als je ziet wat daar dan aan voedsel wordt aangeboden. Het is alleen maar ongezond. Ik geloof voor 85% is onderzocht, is alleen maar ongezond aanbod. Dat moet anders. En dat zeggen gelukkig ook de ondernemers in Amsterdam, van de Koninklijke Horeca en van MKB Amsterdam en zoveel andere partijen. Nou, als we dat meteen kunnen meenemen, dan hebben we een goede oplossing. Want als we het aanbod kunnen veranderen in een deel lokaal, regionaal geproduceerd, dan hebben we daarin een mooie stap gezet om de Amsterdammers en de toeristen en de dagjesmensen allemaal te voorzien van een gezonder product. Dus ja, in die zin zijn er tal van kansen in de komende tijd, wat ook motiveert, denk ik, om samen juist vanwege die kansen met elkaar nu aan de slag te gaan. Voor mijzelf, vanuit Amsterdam, heb ik er even nagedacht, ja, wat moeten we dan doen? Want we kunnen wel heel mooi praten en we kunnen wel steeds allemaal verklaringen afgeven en manifesten tekenen, maar we moeten ook een keer aan de slag gaan. En dus daarmee is al genoemd eerder vandaag, we moeten echt op zoek naar die data. We moeten die data beter te combineren. En Amsterdam heeft daar een rol in. De regionale samenwerkingsverband van Voedselverbind heeft daar een rol in. En heel veel ondernemers, et cetera, die pakken die rol ook al. Maar hoe brengen we dat bij elkaar? Dat is een belangrijke vraag. En wie is daar dan ook verantwoordelijk voor? En wie pakt dat? Ja, wie neemt die organisatie straks ook op zich? Netwerken bouwen, daar zijn we altijd goed in, want daar houden we allemaal wel van, denk ik, om gezellig bij elkaar te komen. Maar wat gaan we met dat netwerk doen? Gaan we ook echt mensen aan elkaar verbinden? Zorgen we ook echt dat door die netwerken dat voedsel op het bord van die Amsterdammer komt? Dat is uiteindelijk toch echt het doel. Zoals gezegd, uitnodiging aan Amsterdammers, maar uiteindelijk natuurlijk gewoon aan alle mensen in de hele regio, om ook echt het landschap te gaan bezoeken. Laat het ervaren. Voedsel is ook een belevenis, om het zo te zeggen, of een beleving. Dat zijn allemaal moderne termen, maar die in de communicatie wel kracht hebben. Dat het ook echt zo wordt ervaren door consumenten. Van ja, wat heb ik er dan aan en kan ik er dan ook nog een beetje lol aan beleven? Nou, met dat voedsel rond de stelling denk ik dat er geen twijfel over mogelijk is dat je daar een hele hoop dingen aan kunt verbinden. In de vorm van evenementen, in de vorm van bezoeken, in de vorm van toeristische routes. Kaasmakerijen, wijnmakerijen, noem het op, dat kan allemaal. Dat is ook wat ik bedoel met die interventies. Wat voor interventies kunnen we nu met elkaar bedenken en wat is het effect van die interventies? Hoe kunnen we bijvoorbeeld die interventies zo richten dat ook dat idee van de voedselrondstelling ook bij wijze van spreken als een soort keurmerk zeg maar herkenbaar wordt voor iedereen. Voor de ondernemer die het interessant vindt om daar aan mee te doen en voor de consument uiteindelijk om te zeggen van hé, ik kies voor kwaliteit, ik kies voor lokaal. Zoals gezegd, we doen al ontzettend veel. Dat had ik aan het begin van mijn presentatie al aangegeven en... Ja, er zijn verschillende activiteiten die de afgelopen 2 jaar vooral zijn ingezet. Er is een Amsterdamse strategie circulaire economie opgezet, die uiteindelijk ook in de stad ruimte moet bieden voor circulaire producenten, maar ook voor circulaire industrie, waar voedsel natuurlijk als een van de 3 belangrijkste speerpunten in is benoemd. Voedsel en organisch restmateriaal, zoals we dat dan noemen. In het kader van de voedselverspilling, om te voorkomen, maar als er dan verspild wordt of niet meer gebruikt is, wat kun je er dan economisch gezien nog meer mee doen? Belangrijk onderdeel. Er is door heel veel partijen die al genoemd zijn, zoals de Rabobank, Local2Local, Flevo Food, Boeren voor Buren, allemaal al overleg in de afgelopen 2 jaar ingezet. Waaruit eigenlijk Boeren voor Buren en die vuist die daar staat, is ook eigenlijk echt het resultaat van dat overleg om dat uiteindelijk tot stand te brengen. Er is €1 miljoen aan geld uitgegeven aan eenmalige subsidies voor stadslandbouw, voor verschillende projecten in de stad. Er wordt een website alweer een aantal jaren zeg maar gerelaunched, hebben we die vorig jaar, namelijk de website van Amsterdamse bodem. En in kader van de crisis hebben we daar ook Support Your Locals aan gekoppeld, zodat mensen die toch al aan het zoeken waren op internet, nou, goh, wat kan ik met voedsel doen in de stad? Hé, ik kan ook iets bestellen of ik weet ook waar het wordt gekocht, zodat je meteen die ondernemers daaraan verbindt. Nou, we hebben in het voorjaar vooral gedacht aan hoe kunnen we die stelling uiteraard dus hier aan koppelen. En daar is eigenlijk nog een niet eens officieel vastgelegd, maar wel gepresenteerd logo uit voortgekomen dat we nu in ieder geval voorlopig gebruiken. Namelijk het logo van Voedsel Rond de Stelling. En dit voorjaar is een voedselraad van start gegaan in Amsterdam. Echt met de partijen die grote achterbanden, grote groepen partijen in de stad vertegenwoordigen. En die hebben ook de korte keten als een van hun 3 speerpunten benoemd. Daarnaast ook gezonde voeding, niet geheel vreemd natuurlijk, en voedselverspilling. Dus het komt ook daar weer mooi bij elkaar. En dan is er tot slot nog een werkbezoek geweest onlangs in september met de wethouder mee naar Parijs om te kijken naar stadslandbouw. Hoe doen ze het daar? Wat kunnen we van andere partijen leren? En tot slot, wat doen we al? Ben ik bijzonder trots dat Amsterdam ook deelgenoot is geworden van de City Deal. Ook de City Deal gezonde en duurzame voedselketen. Die heeft 3 speerpunten benoemd, samen met gemeenten als Rotterdam en Utrecht, Ede-Wageningen, Den Haag, Haarlem en de ministeries van Binnenlandse Zaken, VWS en Landbouw uiteraard, of voedselkwaliteit moet ik ook zeggen, hebben een handtekening gezet onder het plan van aanpak dat we gaan maken, waar ook de korte keten weer een van de 3 speerpunten is geworden. Kortom, aan alle kanten is het dichtgetimmerd, zou je bijna kunnen zeggen. En kunnen we ook niet meer terug, maar we willen ook niet meer terug. We willen graag vooruit door het zichtbaar te maken. En soms moet je het ook gewoon doen. En dat is meteen de afronding van mijn presentatie. Namelijk gewoon op de Dam met een pak melk gaan staan van bijvoorbeeld Boeren van Amstel. Dank je wel. Mooi. Dank je wel, Erik. de melk van Boeren van Amstel, wat zei Michel ook alweer, wij komen de stad veroveren met de boot naar binnen. Heroveren was het zelfs, de boeren pakken hem terug over de oude handelsroute van de gracht met de boot naar de Stopera. Dat is mooi. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld wat de rol heeft, voortbedurend op het stellingverhaal van Erik Koldenhof. Je hebt onderdeel van de Stelling van Amsterdam is Fort Pampus. En Fort Pampus had een hele bijzondere rol. Als je vroeger met die schepen uit de Oost kwam, of er kwam een ander handelsschip de haven van Amsterdam in, dan werd je even gevraagd om daar een paar weken gewoon voor Pampus te gaan. En er werd gekeken of dat je geen enge ziektes meenam. Dus eigenlijk of je wel of niet deugde. Maar daar kwam dus ook voedsel mee. En als je dan kijkt naar het verhaal, het narratief van de Stelling van Amsterdam in relatie tot voeding, dan zou zometeen dat Fort Pampus misschien wel de plek kunnen zijn waar we de volgende bijeenkomst houden. Om met elkaar afspraken te maken over van joh, op dat fort gaan we eigenlijk een lakmoesproef nemen. Of iedereen die eraan mee wil doen ook echt begrijpt waar we mee bezig zijn. Dus ik hoop dat we in die sfeer, wellicht ook het Fort Utrecht op Texel. Dat was eigenlijk het eerste slot op de handelsroute naar Amsterdam. Daar zit ook een stelling fort. Dat zijn heel veel mensen zich niet bewust. Maar bij Oude Schild, daar ligt Fort Utrecht. Kikken. Dus daar zit zoveel in die historie verborgen van waar we nu weer lekker mee door kunnen. Dat komt eigenlijk bij het tweede deel van het robuuste rolloutplan. De eerste fase stond in het teken van elkaar leren kennen, leren ontmoeten, partijen verzamelen. Een eerste schets van een plan creëren met elkaar. En die tweede fase, dat is de activatiefase. En dat gaat ook over samenwerking uiteraard. En die roadmap die we hebben ontwikkeld, die bestaat eigenlijk uit 4 fases. De eerste fase is de inspiratiefase. Die loopt ook nog wel eventjes door. Hier zie je overigens de start van de Floriade. Dat is deze milestone. Dus de inspiratiefase ging over verzamelen van verhalen, bij elkaar brengen van verhalen over stadsaanbouw, korte ketens, community-supported agriculture, de verschillende partijen die actief zijn. De activatiefase luidt een nieuwe periode in. Die activatiefase gaat over hoe kunnen wij met de partijen die we nu verzameld hebben en die de aankomende weken nog aanhaken, tot een verdere detaillering en invulling van het plan komen. Dus hoe gaan we activiteiten opzetten met elkaar, om uiteindelijk richting de Floriade, als de Floriade begint, dan komt iedereen uit heel de wereld hier naartoe om te kijken wat wij hier in de metropoolregio Amsterdam en eigenlijk in heel de Randstad, in heel Nederland, op het gebied van voedsel kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat wij de aankomende 6 maanden met elkaar in staat zijn om tijdens de Floriade een verhaal neer te zetten, een plan neer te leggen met elkaar, wat zo inclusief is en robuust en uitdagend, dat anderen gaat inspireren over heel de wereld om te kijken naar dit gebied en te zeggen van, wat gebeurt daar? Wat bijzonder, daar wordt weer iets gebouwd, wat ik zo meteen misschien wel met een satelliet als ik over Nederland heen ga, ook ga zien. En dan hoop ik dat het een gerevitaliseerd landschap is in en rondom de stelling, waar eten, sociale waarden en recreatie samenkomt. Dus daar gaan we voor. Die derde fase, dat is deze, dat noemen wij de conversiefase. Dus wij hopen dat wij de periode die we nu ingaan, de activatie, tijdens de Floriade eigenlijk in een setting komen met elkaar waarop we gewoon contracten sluiten en met elkaar gaan zeggen, dit gaan we doen. En zodat wij na de Floriade, want daar heb ik het ook over een militaire operatie, het voedselsysteem zo meteen beetpakken als we het een beetje snappen. Dat moet je als een militaire operatie gaan zien, gaan executeren. Dat ga ik niet alleen doen, sterker nog, ik hoop daar een hele mooie bescheiden rol in te kunnen vervullen. Maar dat gaan we op dat moment doen met een heel groot verbonden netwerk. Dat is mijn droom, dat is mijn missie en gelukkig met mij veel meer. Wat ik nu ga doen is even inzoomen op wat gaan we nou doen in die activatiefase. We hebben de partijen verzameld, we hebben de logistiek geregeld, we hebben IT verzorgd. We hebben een mooi narratief gecreëerd. Maar wat gaan we nou echt doen? Ja, moet je niet schrikken. Ingewikkeld plaatje. Ik was hier laatst en daar was de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland. Die zei heel mooi en typerend, deze fase van transitie, dat is complex. Dat kun je niet platslaan, dat kun je niet versimpelen. Je moet de complexiteit omarmen. Dus ik had dit heel makkelijk in 2 of 3 bulletjes kunnen zetten, platslaan, maar dat doe ik niet. Wat hebben we hier staan? We hebben een plan, de robuuste rollout-strategie voor de metropoolregio Amsterdam. Het is een optelsom van praktische, tactische en strategische elementen die we nu met elkaar hebben gevonden. We hebben een writing office opgezet. Dat is eigenlijk een coördinerende organisatie waar de HVA, de VU, Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland en andere partijen met elkaar samenwerken om de plannen te verfijnen en te onderzoeken hoe we die volgende stap kunnen gaan vormgeven. Impact Hub is daar ook een van de partijen in. We gaan ons richten op 4 kerninnovatiedomeinen. Het gaat over eten. Het klinkt allemaal erg technisch, maar dat is het ook. Het is complex. Het gaat over governance en coördinatie. Dat gaat over samenwerken. Hoe regel je een samenwerking in een regionale context van allemaal verzuilde en verkokende partijen, zonder dat je in de oude reflex van schaarste duikt? Wat gaan we daarin doen? We gaan met elkaar de netwerken die we samen hebben goed onderzoeken vanuit data. En we gaan op zoek naar de gezamenlijke verbinding om daar vervolgstappen mee te maken. We gaan met elkaar niet in een groot projectplan werken van 5 of 10 jaar en dan hopen over 5 jaar of de checkboxen geraakt zijn of het gehaald is. Nee, we gaan met elkaar eigenlijk in een scrumproces, dus in een kort sprintproces, samenwerken en steeds inclusievere stappen maken met elkaar, omdat wij verwachten dat de aankomende paar jaar, 2 tot 3 jaar, een hele grote verandering op ons afkomen, waardoor we heel adaptief en flexibel moeten zijn in het opbouwen van ons consortium, het uitbreiden van onze activiteiten en daarbij ook het aanpakken van groter wordende uitdagingen. En ik hoop dat de klimaatuitdaging ons nog even wat ruimte geeft. Maar de sociale uitdaging staat voor de deur. Afgelopen half jaar is de voedselprijs met 25% gestegen. Hebben we allemaal even niet door, maar ik voel hem inmiddels wel bij de kassa. De energieprijs bij het gemiddelde huishouden, €100 per maand erbij. Een zeecontainertje van China naar Nederland kostte normaal €2500. Die zit nu al €23.000. Dus wat gaat er gebeuren? Hoe gaan wij het eten nog betaalbaar houden? En hoe krijgen we het gezonder? Daarbij moeten wij als collectief op zoek gaan naar geld. Dat betekent niet dat er nu ergens iemand is die zegt van, joh, hier heb je, weet ik veel, een ongelooflijk bedrag om dit op te gaan lossen. Ik denk dat we stap voor stap met elkaar stukjes geld moeten gaan verzamelen in verschillende regio's. Dus enerzijds kan dat in Utrecht zijn, dat kan in Almere zijn, dat kan in Amsterdam zijn. En hoe zorg je dat je de stukjes geld en financiering zo gebruikt dat je dat kunt gaan uitwisselen en de kennis en ervaring kunt gaan delen. De Floriade heeft een belangrijke rol in dit proces. Dus tijdens de aankomende 6 maanden gaan wij hier op deze locatie en nog een aantal andere locaties bijeenkomsten houden met verschillende partijen om dat plan vanuit dit onderwerp inclusief te maken. Netwerk, werkstructuur en geld. Tweede onderdeel, dat gaat over onderzoek en innovatie. Wat wij weten van de korte keten, als korte keten ondernemer, is dat we gelijk hebben. En dat doe ik al 12 jaar, maar gelijk hebben en gelijk halen is echt iets heel anders. Wij weten op dit moment veel te weinig over de echte waarde van voedsel in de context van de regio. Is het gezonder? Hoeveel geld blijft er in de economie hangen? Hoeveel CO2 besparen we? Hoe kan ik die boer die vergoeding ook gaan betalen? We weten het gewoon niet. Het is niet gemeten. Dus wij zullen met onze onderwijsinstellingen en de partners goed moeten kijken. Jongens, wat weten wij al met ons netwerk? Hè? Dus we hebben hier het netwerk in kaart. En wat kunnen we vervolgens binnen die netwerken ophalen aan bestaande kennis? Welke data is er? Welk online bereik hebben we? Welke instrumenten om onderzoek te doen zijn er? Dus welke kennisinstellingen zijn er ook? Welke autoriteiten, welk leiderschap kunnen we aanzetten om bepaalde vragen boven tafel te krijgen en antwoorden af te dwingen? Hoe zit het met waarde? Hoe zit het met geld? En welke experts hebben we in ons netwerk? Ik was een tijdje geleden op de Warmonderhof, bij Eres. En daar was ik te gast bij een groep boeren, 40 boeren. En die waren bezig met de vitaliteit van de bodem. En dat is heel grappig. Dus daar zat iemand die begon boven een courgette te pendelen. De eerste 5 minuten moest ik heel hard lachen. En daarna ben ik een half uur maar stil geweest. En ik leerde daar iets nieuws. Ik leerde daar over vitaliteit van bodem, ik leerde daar over vitaliteit van voeding, ik leerde daar over vitaliteit van voeding die vitaal is, wat het doet met je lijf. Wonderbaarlijk. Ik denk dat dat kennis is die we nodig hebben. Daarnaast, als we dus weten wat we hebben en we hebben met elkaar met de onderwijsinstellingen die aangehaakt zijn ook vragen geformuleerd, kunnen wij met elkaar een onderzoeksagenda op gaan stellen. Welke vragen hebben we? We hebben dus een plan. Welke vragen ontbreken er nog en kunnen we samen in gaan vullen? Dus die onderzoeksagenda, daar zullen we het de aankomende maanden met elkaar over moeten hebben. Die is niet morgen klaar, die is denk ik nooit klaar, maar die gaan we wel onderzoeken. Daarnaast, als we met elkaar die vragen hebben, zullen we na moeten gaan denken, wat kunnen wij met data en technologie vastleggen? Want je kunt onderzoeken doen en dat hebben we in Wageningen en universiteiten heel erg lang gedaan. Daar wordt iets onderzocht, daar wordt een prachtig rapport gemaakt en die verdwijnt in de la. Of hij verdwijnt in de kluis, omdat de universiteit hem nog een paar keer door wil verkopen. Dat is nog schadelijker, vind ik jammer. Dus de zoektocht is ook van wat is de rol van data en technologie om die bewijslast vast te leggen. Het derde domein waar we mee aan de gang gaan, dat gaat over verbinding. Sociale, culturele waarden van voeding. Voeding verbindt, voedsel verbindt. Carlo, je had hem niet beter kunnen bedenken. Maar het gaat over cultuur, het gaat over identiteit, over wie je bent en wat je waardevol vindt. En ik denk dat door samen te werken, door op zoek te gaan naar wat we belangrijk vinden en die data bij elkaar te brengen, is dat wij met elkaar weer gaan ontdekken wat we belangrijk vinden, wat onze echte identiteit is. Ik had laatst met Orville Breveld, een van de culturele koplopers in Amsterdam, die zei, we hebben het niet over de culturele minderheid in Amsterdam, we hebben het over de culturele meerderheid in Amsterdam. Die is niet blank. Die eet ook bloemkool, wel op een andere manier. Die vind ik trouwens lekkerder dan als je hem fijn kookt. Dus ik denk dat daar heel veel waarde is die we op dit moment niet activeren, waar we wel mee aan de bak motten. Het narratief van de stelling verbindt ook weer die culturen. Brengt mensen bij elkaar, heldhaftige verhalen. Het gaat niet over tegenstellingen, het gaat om wat ons verbindt. Daarbij is het inzetten van jong talent. Ik heb hier 2 voorbeelden, maar er zijn er veel meer. Ik vind een initiatief als de Nieuwe Boerenfamilies, een activiteit van boeren van de Food Hub. Hier naast op de Flevo Campus, allemaal jonge talenten die bezig zijn met nieuwe producten ontwikkelen. Het fundament is jong talent. Daar moeten we mee aan de bak. Dat narratief versterkt. En dan hebben we marktcreatie. De meeste korte ketens blijven een beetje rondom, als ze mazzel hebben, break-even hangen. Ik denk door met elkaar gewoon even wat knopen aan te trekken, zetten we achter de bestaande omzetten zo een nulletje. En dat is nodig, waardoor die korte ketens op eigen benen kunnen staan, de ondernemers er een fatsoenlijke boterham uit kunnen halen, maar ook zich kunnen richten, hun expertise kunnen richten op alles wat hierboven staat. Dit gaat over vertrouwen. En vertrouwen is eigenlijk het element wat in onze samenleving ontbreekt. Er ontbreekt vertrouwen in een overheid, er ontbreekt vertrouwen in informatie, er is geen vertrouwen meer in elkaar. Voor je het weet zijn we alleen nog maar afhankelijk van een QR-code. Ik denk dat dat gevaarlijk is. En wat bovenal dus nodig is dat al deze elementen over samenwerking en netwerken, onderzoeksvragen, feitelijke bewijzen, de waarde van verbonden zijn en wat we belangrijk vinden, dus de cultuurslag, in combinatie met opschaling, dus meer business maken, als je dat vastlegt, en daar zijn hele mooie technologieën voor, dus eigenlijk over al deze elementen, als je daar technologie op gebruikt om die data vast te leggen en daar met elkaar te onderzoeken van hoe dat nou in elkaar zit en dan die waarde ook geldwaarde te hangen. Daar hebben we een blockchain voor in ontwikkeling. Blockchain, het is een technisch woord. Wat blockchain eigenlijk doet, dat is een mooi voorbeeld. Het legt data vast. Het bepaalt degene die de data erin stopt, dat is de eigenaar. En die blijft er ook eigenaar van. Op dit moment is de eigenaar van data niet degene die het eigenlijk erin stopt. Dus Google gaat daarmee aan de haal. Amazon is de eigenaar van jouw data. Allemaal slimme scriptjes zorgen ervoor dat wij als samenleving geoogst worden, in plaats van dat we richting kunnen geven met onze data wat we echt willen. En ik denk dat die data dus de sleutel is om zometeen die boer te kunnen gaan betalen voor zijn inspanning voor biodiversiteit. Het opslag van water in zijn bodem, omdat hij een vitale bodem heeft, daar zou hij ook gewoon geld voor moeten krijgen. Maar wat doen we bijvoorbeeld met een product van een boer? Dat was deze appel. Krijgt René €1 extra als de voedingswaarde in deze appel toeneemt. En krijgt René de prijs die een farmaceut uit onze maatschappij haalt als deze appel mij gezond houdt en gezond maakt? Het antwoord is nee. Dus we eten pillen in plaats van gezonde voeding. We worden steeds zieker, we worden steeds dikker. En wat het leuke is, als wij dus in die blockchain vastleggen dat wij vanuit onze samenwerking samen investeren, dat wij vanuit alle informatie die we hebben, dat we dat vastleggen, en vervolgens daar ook nog eens een keer een culturele waarde van identiteit aan kunnen koppelen. En dat dan in een goede, robuuste keten kunnen stoppen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt de boer de nieuwe farmaceut. En dan hebben we het over 25% van elke euro die wij in Nederland verdienen. Die stoppen we in de gezondheidszorg. In ziekte. En ik heb wel zoiets van, nou, als we dat nou omdraaien en René kan daar een dikke prijs voor krijgen. En er zijn niet zo heel veel boeren meer die, in Nederland die grond kunnen bewerken. Dus we hebben er 50.000 geloof ik. 10% stopt elk jaar. Misschien iets minder inmiddels. Dan gooien we iets weg wat zo waardevol is. Dat kunnen we ons niet eens permitteren. Dus mijn appel is, vanuit dit plan, laten we als de sodemieten zorgen dat we gaan opschalen. Dat we die verbindingen versterken, die informatie gaan verzamelen, dat goed vastleggen. Zodat wij vanuit feiten en verbinding ons gelijk mogen halen. En René en alle boeren en Martin met zijn mooie penen ook gewoon gaan betalen voor de inhoud. En niet alleen voor de vorm, natuurlijk ook, want het ziet er prachtig uit. En dat is denk ik onze missie. Onze missie is in die roadmap de aankomende 5 maanden dit programma te draaien. Samen met Alexander van Floriade, gemeente Amsterdam, provincie Flevoland. Verschillende kennisinstellingen, waaronder ook Universiteit Utrecht. Om deze puzzel met elkaar te leggen. Het kan, het moet en het zal. Het is nog lekker ook. Dat was mijn verhaal. En ik nodig jullie allemaal uit om hieraan mee te doen. Jullie kunnen via onze website, ik moet even kijken of dat die nog verder gaat. Die link is weg. Dat doe ik niet, hè? Nee. Wat er is, dit plan, is via onze website te downloaden. Je kunt als organisatie of als boer meedoen. Je kunt jezelf gewoon opgeven via onze website. De link zullen wij in beeld brengen bij de rapportage van deze presentatie. En je kunt dan ook alle informatie aanvragen die in het grotere plan staat. Dat is 120 pagina's tekst met mooie plaatjes. Maar ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd en heb kunnen laten zien dat het kan en dat het moet. En het is inclusief, dus iedereen mag meedoen, zolang transparantie maar wel het uitgangspunt is. Dat was hem. Ja, Mark, dankjewel. Echt indrukwekkend. Ik als jong, hoopvol duurzaamheidsstudent vind het echt mindblowing hoe integraal dit plan is, hoe strategisch het is en dat het ook echt vooral een proces is wat elke gemotiveerde partij kan delen en op haar manier doen en zijn manier doen waar ze goed in zijn, maar samenwerken aan een missie die bigger than life is en heel complex, maar dat we dat omarmen en dat we daar ook echt voor gaan. Dat vind ik heel indrukwekkend. Hey, en in het volgende tafelgesprek gaan we samen zitten met een aantal uitvoerende organisaties die onderdelen binnen deze domeinen oppakken en toelichten wat zij nu aan het doen zijn en vanaf morgen nog verder gaan doen. Dus dit geeft mij heel veel moed, positiviteit en we zien jullie zo bij het tafelgesprek. Tot die tijd kunnen we vooral binnen dat kennisprogramma dit heel erg... Ja. Dat is ook het doel. Ja. Mooi. Ja. Gezet door de gemeente Amsterdam samen met een aantal kennisinstellingen. Om echt te werken aan de vraagstukken die er zijn. Ja. En daar is het Metropolitan Food System ook eentje van. Ja. Zijn jullie alle vragen al aan het beantwoorden? Ja, ja we maken je werk even makkelijk. Ja. Nee, heel goed. Zijn we live? Ja? Fantastisch. Nee, super om met jullie aan tafel te zitten. We zitten hier met Alexander Laarman van AMS, Advanced Metropolitan Solutions Instituut, onderzoek. Met Dirk van der Beek, die iets zal vertellen over de Groene Stelling. Alexander de Bruyne van de Floriade. En Manon Klein van Impact Hub. Nou, echt heel tof om hier samen te kunnen. En als eerste zou ik willen vragen van... Wat is jullie indruk geweest van de presentatie tot nu toe? Van het plan zoals het er ligt? Wie heeft er een? Ja, ik ben super enthousiast. Cool. Nu was het voor mij, moet ik eerlijk zeggen, niet allemaal nieuw. Maar het is toch heel mooi om dat zo in volgorde en in context bij elkaar te zien. En ik kan bijna niet wachten om met elkaar de volgende stap te gaan zetten. Ja, we merkten net in het eerdere tafelgesprek hoe waardevol het samenwerken is binnen de regionale context. Voor bijvoorbeeld producenten, voor afnemers, voor kennis en voor jong talent. Dat in zo'n regio maakt dat heel praktisch en veel werk te doen. Maar het is ook interessant hoe datzelfde systeem toegepast kan worden in andere gebieden, op andere regio's. En hoe kunnen we van elkaar leren? Ik zou erg benieuwd zijn, Alexander. Wat gaat er de komende tijd op dat gebied gebeuren vanuit de call EU for Advice? Ja, nou, ik hoop heel veel. Hè. Dus de EU Advice is een Europese aanvraag die we met verschillende partijen hebben gedaan. We hebben nog geen bericht gehad dat die gehonoreerd wordt. Maar ik moet zeggen, het voorstel is dusdanig goed in elkaar gezet. En de kansen zijn vrij hoog dat we die krijgen. De EU for Advice is een programma dat is ingediend bij de Horizon 2020 programma's. Mm-hmm. Het is de zogenaamde CSA, dus de Coordination and Support for Action. En wat wij daar willen is met verschillende landen in de EU gaan samenwerken op governance niveau. Dus juist kijken van wat voor gebied is wat we hier met elkaar bespreken. Maar dat ook te kunnen vergelijken met andere gebieden in Europa. En juist ook op die manier een soort kennisnetwerk te gaan ontwikkelen dat we ook van elkaar kunnen leren. Super tof. En merk je daar dat er... Waar zie je de potentie daarvan in? Ik kan me voorstellen, in het noorden hebben we hier hele andere kennis en ervaring dan wellicht in Zuid-Europa of Oost en West. Ja, dus je ziet culturele verschillen, dus los even van geografische en klimaatverschillen. Mm-hmm. Dus er zijn ook andere producten, andere ketens die waarschijnlijk op die manier ontwikkeld gaan worden. En ik denk juist dat op sociaal-economisch, maar ook op juridisch vlak, dat juist hoe je met elkaar kan verbinden en ook één blok kan vormen om bepaalde vraagstukken op te lossen, daar oplossingen voor te verzinnen, heel krachtig kan zijn. En een van de dingen die we ook in het programma hebben neergezet is dat we ook zogenaamde omgevingen willen creëren. We noemen dat Living Labs. Mm-hmm. Is dat je eigenlijk een soort innovatie-ecosysteem ontwikkeld waarin je ook kan gaan experimenteren. Dus dat je verschillende interventies kan gaan uitproberen. Het is vaak zo dat niet één interventie nou de oplossing is, maar je wil juist in een omgeving, het liefst in een real-life setting, dat je met onderzoekers, met de boeren, met de consumenten, met beleidsmedewerkers integraal met elkaar gaat samenwerken en dan ook uiteindelijk die oplossingen gaat versnellen om tot oplossing te komen. Super tof. En is een beetje representatief wat nu hier als regionale alliantie ontstaat van diverse partijen. Inderdaad, gemeenten, kennisinstellingen, producenten, afnemers. Is dat een beetje representatief voor andere regionale allianties ook? Nou, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat de gebieden die ik heb gezien, zie ik wel veel overeenkomsten. Ik denk wel dat wat wij hier aan het doen zijn, zijn we echt wel ver. En ik denk dat ook het organisatieniveau wat we hierop gezet hebben echt wel hoog is. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel een kans biedt voor ons om ook onszelf daarin te profileren. Dus dat die kans moeten we gaan pakken. Cool. En Manon, jij bent van Impact Hub. Jullie zijn natuurlijk lokale initiatieven, ondernemers die goed en lekker bezig zijn. Ja, toch? Hoe zie jij de rol van de Impact Hub binnen zo'n regionale alliantie? Ja. Impact Hub is een community van impactondernemers. Mm-hmm. Dat doen we natuurlijk al heel lang en in allerlei verschillende thema's. Maar de voedseltransitie is een onderwerp waar we al heel lang ook ons op focussen. En ja, lokale ketens zijn een belangrijk onderdeel daarvan, naast de eiwittransitie en circulariteit. En ik denk, zoals je net zei, het is belangrijk om al die verschillende stakeholders bij elkaar te hebben. Mm-hmm. Maar af en toe is er natuurlijk ook innovatie nodig als je met andere bedrijfsmodellen wil werken of bepaalde issues wil oplossen met nieuwe ingrediënten of logistiek of andere zaken. En eigenlijk die innovaties komen vaak natuurlijk van ondernemende mensen. En onze rol is hen te vinden, te versterken, te verbinden. Zodat die innovaties de markt opkomen. Super tof. En een voorbeeld daarvan wellicht hier in Amsterdam. Vorige maand lanceerden wij onderzoek naar wilde wortelen. En daar we elkaar in kunnen vinden. Je zei van, dat is een tof initiatief. Het brengt cultuur weer terug. Oerrassen van wortelbieten, divers en heel felgekleurde toffe sapjes. Jullie kwamen met best wat extra netwerk, maar ook advies over hoe we dat beter kunnen vermarkten. En dat geeft ons nu weer echt motivatie van, hier willen wij mee door. Ja. En hier zit wat in. Ja. Nee, absoluut. Want voedsel is natuurlijk meer dan alleen je lichaam voeden. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook heel cultureel en bepalend. Dus wij proberen ook heel erg de brug te slaan tussen de economische oplossingen en de sociale kant van voedsel. En daar is dit een goed voorbeeld van. Ik weet niet hoe ver jij daarop in wil gaan nu? Ja, ik mis mijn klikker helaas. Oh. Het is live. Anders dan komen we er zo meteen bij terug. Ja. Wellicht dat iemand de klikker wil brengen zo meteen. Dan vertellen we het zo meteen. Dan gaan we nu even kijken naar, ook in dit hier in de MRA en dit op gang brengen. Mark die legt net de roadmap uit. De inspiratiefase hebben we gehad. Activatiefase gaan we nu in. En zo meteen is hier een mooi moment om te gaan. Conversie te wegen. Meer die alliantie te groeien. Meer partijen aansluiten en dat transparant en effectieve manier doen. De Floriade is daar een prachtig platform voor. Hoe zie jij de rol van de Floriade hierin en daarnaartoe leidend ook? Ja, ik ben het met je eens. En dat was ook waar Mark en ik elkaar ook direct herkennen eigenlijk. Mm-hmm. Floriade Expo is eigenlijk, ik zie het echt heel erg als kwartiermaker. Hè. We zijn, in april gaan we open. In oktober sluiten we alweer. Dus we zijn een soort van voorbijvarend schip. We zijn op dit moment al wel aan het programmeren, heel erg ook vanuit kennisprogrammering. En dus dat is eigenlijk al sinds 2018 gaande, omdat je ook ziet dat je al die kwartier maken, dat kun je al voor zo'n internationale tentoonstelling doen. Maar de kansen liggen natuurlijk ook heel erg in het alliantie bouwen. Dat er ook een connectie leggen met, zoals Alexander net ook al aangaf, hè, met bijvoorbeeld andere Europese steden of landen. Sowieso internationaal, maar ik denk dat hier de focus vooral vanuit voedselstrategie heel erg Europees is. En we hebben bijvoorbeeld een connectie met het Milan Urban Food Policy Pact, ook vanuit de City Deal, zoals Mark net ook schetste. En overigens de gemeente Amsterdam, gemeente Almere, beide daarop aangesloten. Dus daar zie je, grappig genoeg, dat die connectie wordt al gelegd. En dan kunnen we dus ook daar weer vanuit Europese steden bijvoorbeeld ook in een open platform kijken hoe zij dit doen. Grappig genoeg zeg maar even die metafoor van een militaire stelling, die heb ik recent bij het Milan Urban Food Policy Pact ook vanuit andere Europese steden ook gemaakt zien worden. Ja. Dus dat is heel grappig om al te zien dat steden vanuit een soort van militaire strategie opnieuw naar voedsel aan het kijken zijn. Nou, dat vond ik een mooi vertrekpunt. Ze gaan ook een expositie gaan we op dat vlak inrichten op de Floriade. En er komt bijvoorbeeld een Europese werkgroep bijeenkomst vanuit dat pact. Hier, dus dat is een prachtig momentum om ook gezamenlijk met hoe wij hier zitten een connectie te leggen. Ja, tof. Ja. Zo, er zijn interessante specifieke uitwisselingen of kennisbijeenkomsten in de komende maand of twee? Ja, het is zo dat we zijn heel erg ingericht eigenlijk ook om de dynamiek die vrijkomt rondom die Floriade, om daarop in te spelen. We hebben dialoogbijeenkomsten, dus echt dat zijn hele open discussies, die zijn al gaande, maar ook die willen we ook specifiek aan dit onderwerp connecten. We gaan ook op het vlak van digitale kennisuitwisseling, zowel data als ook gewoon meer webinar. Dus een soort van studio setting zoals we hier zitten. We gaan ook kijken hoe we vanuit co-creatie echt dingen kunnen gaan. Daar speelt dit platform ook weer echt een mooi initiatief. We leggen een link met educatie. Dus ook met Eres Hogeschool, maar het is heel breed, ook HVA. Het is eigenlijk ook VMBO, MBO. Dus echt een connectie. We hebben een groot bereik daar ook. En uiteraard ook handelsmissies die naar Nederland gaan komen vanwege de Floriade. Dus daar leggen we de connecties. Ja, all eyes are on it, hè? Ja. Toch wel een gaaf moment inderdaad om daar gebruik van te maken. En te kijken hoe kunnen we zoveel mogelijk kennis daar tegelijkertijd delen. Jullie zijn gaaf onderzoek aan het doen. Vinden jullie elkaar ook al in de aanloop naar de Floriade op verschillende bijeenkomsten? Ja, zeker. Toevallig recent nog even over van maar eigenlijk nog niet genoeg. Dus ook daarin moeten we elkaar nog sterker gaan opzoeken. Wat ik zie, wij hebben ook een eigen masteropleiding bij EMS Instituut. Dat zijn juist allemaal studenten vanuit de WUR of de TU of vanuit de buiten die nadenken over stedelijke vraagstukken. Nou, een van de belangrijkste vraagstukken is het voedselsysteem daarin. Alleen dat zijn studenten in de stad. Dus het is heel leuk om die ook naar buiten toe te brengen en ook op dat vlak ook kijken naar samenwerking. Ja, dat is een ervaring die ik ook echt deel. Vanuit Local2Local Talents en Grounded begeleiden we heel veel studenten die aan de slag gaan met het voedselsysteem. Die komen vanuit die logistiek, echt heel veel verschillende opleidingen die het thema voedsel raken. En stuur ze eens een keer langs een boer en echt, er gaat een wereld open als je een pompoen uit de grond ziet komen. Op die noot zou ik ook graag Melika in willen bellen. Die is van de HVA, die zou er vandaag ook bij zijn. Hey Melika. Volgens mij kunnen jullie ook horen en zien, indrukwekkend. Ik ben ook benieuwd inderdaad, de regionale alliantie wordt gevormd. Diverse partijen die committeren om grotere uitdagingen aan te pakken op sociaal en ecologisch level. Hoe zie je de rol van de HVA erin en waarom is het waardevol voor de HVA? Ja, HVA is al een aantal jaar, nou inmiddels nog wel een jaar of 8, eigenlijk bezig met het thema voedsel. Met name vanuit de faculteit techniek zijn we daarmee aan de slag gegaan. En dan vanuit logistiek, maar ook wel wat op circulair, wat meer bij product design. En we vinden het een heel relevant thema, zeker logistiek in de stad. Want als je een duurzaam voedselsysteem, korte ketens wil toepassen, dan kom je voor allerlei logistieke uitdagingen te staan. Maar wat wij de laatste jaren eigenlijk toenemend merkten, was dat bedrijven komen met een vraag, primair logistiek. En eigenlijk gaandeweg komen we achter van, ze hebben eigenlijk ook een vraag dat misschien meer commerciële economie inhoudt. Of een bedrijfskundig vraagstuk. Of eigenlijk willen ze ook aan de gang met iets wat meer in de lijn van voeding en diëtetiek ligt. Met het ontwerpen van bijvoorbeeld een nieuwe kaart voor een horecagelegenheid die met korte ketens aan de gang wil. En toen merkten wij eigenlijk toenemen dat we eigenlijk in de HVA op zoek gaan naar andere docent-onderzoekers die ons kunnen helpen om dit soort vragen op te pakken met hun studenten. Dus zo zijn we eigenlijk steeds meer al intern bezig met een soort community of practice aan het organiseren. Ja, en dit initiatief sluit daar denk ik naadloos op aan. Want dan kunnen we wat we in de HVA eigenlijk aan het bouwen zijn, ook verbinden met wat er buiten HVA gebeurt. Want daar zitten natuurlijk weer andere opleidingen, ook ondernemers waar wij nog geen zicht op hebben. Dus daar zien wij echt enorm veel kansen, dat het heel mooi in lijn is. Daarnaast vanuit het onderzoek zijn we ook met korte ketens bezig. Hebben we ook een grote projectaanvraag staan. Hopelijk wordt die goedgekeurd om met korte ketens in de catering aan de gang te gaan. Ja, dat past ook weer helemaal hierbij om de kennis die we daar opdoen. Ook met Local2Local als partner. Om dat ook weer via dit netwerk en dit plan met andere ondernemers te delen. Die niet per se in het project betrokken zijn direct. Ja, het is echt super tof. Dus zowel binnen de HVA hebben jullie nu een tool of een community of practice. Een sterk woord ook. Ja, dat is officieel nu geworden, dat we dat mogen zijn. Dus we hebben heel lang voor gelobbyd. Een nieuwe initiatief, zeg maar, dat we daarmee aan de gang gaan binnen de HVA. Om echt ondernemers, onderwijs, onderzoek veel dichter op elkaar te verbinden. En wij mogen in de pilot mee, zeg maar, als een van de eerste. Dus dat zegt wel dat voedsel echt een beetje, momentum ook in de HVA krijgt. En ik denk dat dat relevant is, juist ook omdat voedsel inderdaad niet alleen een vraagstuk is van de groene hogescholen en universiteiten, maar ook echt een stedelijk vraagstuk. We moeten die stedelijke consument ook meenemen in dit verhaal. Absoluut. En jullie hebben dus nu binnen de HVA kunnen jullie transdisciplinair studenten begeleiden van verschillende opleidingen. En kunnen die dan ook transdisciplinair projecten oppakken die vanuit ondernemers binnen de regionale alliantie opkomen. Dus een vraagstuk waar zowel iemand van commerciële economie als marketing of duurzaamheid aan de bak gaan. Ja, precies. Dat is eigenlijk het idee van dat we in zo'n community of practice dat er toch een soort basis is waar een vraagstuk kan landen en waar iedereen van de verschillende opleidingen elkaar kan vinden om te kijken waar het beste past. Maar ook om te stapelen. Hè. We doen nu een heel gaaf project met Gemeente Amsterdam en een aantal koploperhotels. En daar zijn we eigenlijk eerst nu met een groep studenten van voeding en diëtetiek bezig met het onder de loep nemen van de kaart, kijken hoe er al wordt ingekocht en te bedenken welk deel van de kaart misschien korte keten kan worden. En dan gaan we in een vervolgtraject daar ook met een commerciële economiebril naar kijken. Gaat dus een andere opleiding doen of met logistiekstudenten. Nou ja, dat vind ik heel mooi. Dan ga je echt van begin tot eind ondernemers kunnen begeleiden met studenten van jaar 2. Het 1 is soms net nog even een beetje te vroeg, maar van jaar 2 tot jaar 4. Heeft dit ook waarde voor jullie hier aan tafel? Zien jullie hier muziek in? Zeker. Ja wat ik ook een beetje uit dit gesprek merk, dat het gaat niet alleen om voedsel. Er zijn meerdere, zeg maar, onderwerpen om te oogsten, zou ik maar zeggen. Dus ook bijvoorbeeld het bouwen, de bouwopgave van Nederland. Die kun je hier eigenlijk 1 op 1 aan koppelen ook. Dus het gaat om meerdere onderwerpen. Eigenlijk een integrale visie van hoe je steden gaat ontwikkelen. En het gebied eromheen. Zeg maar. En dus dat vind ik heel erg interessant. En dat merk ik ook bij de hogescholen bijvoorbeeld. In de nieuwe lectoraten die ze bijvoorbeeld ontwikkelen. Of dit soort programma's. Ja. Nou, ik denk dat ik kan inderdaad één op één aansluiten wat er gezegd wordt. En ik denk dat het heel krachtig is ook om echt met kennisinstellingen in de stad dit op te pakken. Ik bedoel, uiteindelijk volgens mij een mooi boek geschreven, dat heet 10 miljard monden in de toekomst. Maar ja, daar zijn 8 miljard straks van in de stad. Dus als je het hebt over de markt en wie is die consument nou, wat wil die nou straks op zijn bord? Daar moet je op een gegeven moment ook veel meer informatie uit leren. Alleen al de stad Amsterdam kent 180, 190 verschillende soorten culturen. Elk met zijn culinair erfgoed, met zijn achtergrond, allerlei verschillende dieetwensen. Als je daar, je moet dus eigenlijk gewoon weten wat wil die straks eigenlijk en nu op zijn bord hebben liggen. Nou, die informatie, als je die zeg maar kan, eruit kan halen en daar zeg maar ook een systeem omheen ontwikkelen, maakt het extra krachtig. Ja, dus ook gewoon alle kennis en al het voetwerk om data te verzamelen, onderzoek te doen en vragen te beantwoorden. Heel erg tof. En misschien een laatste voordeel, wat ik gemerkt heb in ieder geval in Utrecht, dat we vanuit voedsel bereiken we meerdere studenten vanuit meerdere opleidingen. Die gaan aan de slag, die gaan een keer plukken bij een boer en die raken echt oprecht geïnteresseerd. Die gaan op een gegeven moment vragen stellen aan de mensen van de universiteit van hey, waarom is hier geen gezond voedsel op de campus? En je merkt dat dat dus ook echt bottom-up als soort Trojan Horse een beweging creëert binnen deze grotere instellingen waar we verder op doorknopen. En de HVA, hoeveel monden lopen daar wel niet rond? Nee, inderdaad. Ik denk ook dat het heel goed is als je al die verschillende stakeholders zo bij elkaar brengt en dus hoort waar zijn dan die vraagstukken, waar is behoefte aan, wie kan verschillende vragen helpen beantwoorden. En de studenten daarin meebrengt, zodat dat hun gewone manier van denken wordt. Want je ziet ook natuurlijk dat de nieuwe generatie werknemers eigenlijk dit allemaal heel belangrijk vindt. We hebben bij Impact Hub ook een Young Impact Makers community, dus die zijn vaak net afgestudeerd. En eigenlijk allemaal mensen die in hun carrière duurzaamheid heel belangrijk vinden. Dus of ze nou zelf als ondernemer beginnen of als onderzoeker of als werknemer bij een groot bedrijf. Als zij allemaal die bril meenemen van een duurzame economie, dan wordt dat de norm. Ja, cool. Jij denkt dat dat dan best wel snel voor verandering kan zorgen? Vast niet snel genoeg, maar laten we... Vast niet snel genoeg, nee. Nee, daar moeten we echt ons best voor doen. Cool. En Dirk, ja, we hebben samen gedaan zo'n prachtige TESOL, ook met jong talent. Wat is voor jou de waarde voor een verbinding met die verschillende kennisinstellingen en onderzoeken die gebeuren? Nou, ja, voor mij ligt de sleutel daarin dat dat toekomstig voedselsysteem is het voedselsysteem van hen. Ja. Mijn kinderen zijn nu net afgestudeerd, maar ja, zij hebben nog de toekomst om te maken. Dus ja, omdat we juist met dat jong talent samen die wereld van de toekomst en voor die toekomstige generaties te bouwen, dat geeft mij als een wat oudere generatie elke keer ook weer heel veel energie. En dus jij refereert aan de regeneratiewerkplaats die we op Texel hebben gehad. Ja, ik denk dat ik een maand lang energie heb gehad van de energie die jullie met z'n 30e daar losmaakten samen met de ondernemers op Texel die met een aantal uitdagingen voor hun businessmodel daar aan tafel kwamen. En waar we met elkaar op zoek zijn gaan naar oplossingen. Oplossingen waar zeg maar, de mensen die op dat moment met hun business, met dat vraagstuk bezig waren, eigenlijk nog nooit aan gedacht hadden. Die zitten vast in bepaalde conventies. En het is juist heel mooi om met mensen die met hele frisse nieuwe ideeën je uitdagen om heel anders te kijken naar hetzelfde probleem. Dus ja, ik word daar heel blij van. Top. En eerder in de presentatie ging het ook over een voedsellinie, de Stelling van Amsterdam, de nieuwe Hollandse Waterlinie en hoe dat ook origineel, misschien wel heel logisch, een soort voedsellandschap is. Hoe zie jij de relatie? Nou, ten is misschien wil je kort uitleggen wat het project allemaal omvat en hoe dat inspeelt ook op de regionale alliantie inzetten van studenten in relatie met boeren. Ja. Ja, dus, ik mag hier nu aan tafel zitten vanuit het initiatief De Groene Stelling. Het sluit een beetje aan op wat jij net zei over regionale landschapsontwikkeling, gebiedsontwikkeling. Want dat voedsel komt uiteindelijk ergens uit een bodem. En de vraag is heel erg van hoe ga je met die bodem en met dat landschap om dat het ommeland van de stad vertegenwoordigt. Nou, dit voedsellandschap binnen de Stelling van Amsterdam kan niet alleen maar voedsellandschap zijn. Want we willen er ook recreëren. Mm-hmm. Er is in zekere zin een gevecht om die grond, want het moet ook natuur zijn. Er moet ook woningbouw plaatsvinden. We hebben ook nog een energietransitie. Dus in dat gebied komen heel veel transities samen. En als je dan toch juist met de mensen die in dat ommeland wonen, hè, want ja, 80% die woont straks in een stad, maar ook in dat ommeland moet de leefbaarheid blijven bestaan. Dus het gaat heel erg over de vraag, hoe ga je in harmonie met de stad dat landschap zo ontwikkelen dat het een groen landschap kan zijn waar boeren nog een toekomst hebben, waar mensen kunnen wonen en waar de stedeling zich mee verbindt, omdat daar de ruimte is die zoekt om voor een leefbaar leven in de stad. Maar waar ook op een meer integrale manier is nagedacht over voedsel, energie, bouwopgaven. We praten bijvoorbeeld over het Veenweidegebied in het gebied rondom Amsterdam, wat niet iedereen een toekomst voor zich ziet dat daar nog koeien lopen zoals van de boeren van Amstel. Maar als dat dan niet zo is, ja, kunnen boeren dan geholpen worden om bijvoorbeeld met lisdodders in datzelfde gebied en dat gebied goed te beheren en biodiversiteit te bevorderen en biobased bouwen mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus kortom, waar wij zeg maar vanuit de bodem een opgave in dat gebied willen oppakken is, hoe kunnen we dat gebied binnen die stelling in harmonie tussen het ommeland en stad groen ontwikkelen en die verschillende opgaves samen oppakken. Ja, en dan is voedsel natuurlijk een van de kernpilaren die daarbij hoort en vandaar ook die verbinding met het project Voedsel Rond de Stelling. Ja, super tof. Voedsel als een soort verbindend element om integraal deze uitdagingen aan te pakken en van de waarde te kunnen genieten die zo'n mooi gebied creëert om de stad heen. Ja. Heel interessant. Met welke partijen doen jullie dit samen om ook die bodemwaarde te meten en zo? Is toch best wel complex. Ja, een belangrijke mee-initiërende partij is Commonland. En Commonland is dan een internationale foundation die zich met landschap en gebiedsrestauratie bezighoudt. Zeg maar, het Nederlandse landschap is de organisatie Weiland die zich in het westelijk Veenweidegebied bezighoudt. En samen met een collectief van 100 boeren werkt aan regeneratie van het gebied, aan regeneratieve landbouw. En dus dat is een van de partijen met wie we, die eigenlijk ook ons initiatief mee heeft ondersteund. En op dit moment zijn we in een verkennende fase. Dus daar waar het project Voedsel Rond de Stelling inmiddels naar een volgende fase gaat, is ons initiatief nu echt in een verkennende fase, om te kijken met welke partijen kunnen wij nu samen in dat ommeland aan de slag gaan. En dan zijn we dus in gesprek met agrarische natuurverenigingen, vereniging van boeren die zowel het boerenvak als ook het beschermen van natuurwaarden in het boerenlandschap ter harte nemen. We praten binnenkort ook met de zuivelondernemingen, want het landschap, in ieder geval het productielandschap rondom de stad is dominant melkvee. Dus dat betekent ook dat je met de partijen die de melk afnemen, los van een partij als Boeren van Amstel, ook met Kono en met Friesland Campina moet kijken hoe ga je met die landschappelijke opgave om. Dus zo zijn we op dit moment aan het verkennen. Maar op ons lijstje staat bijvoorbeeld ook Schiphol, die ook een partij is in zo'n gebied. Om te kijken, oké, hoe ga je nou in dat gebied die verschillende opgaves oppakken. Zodat dat ommeland leefbaar blijft. En wat we hebben in de stad Amsterdam waarschijnlijk ook een hele mooie partner. Het is vandaag al eerder genoemd. Maar wat we hopen te kunnen doen is dat het idee van die groene stelling een soort van legacy kan zijn voor die we kunnen vieren in de context van Amsterdam 57, dat daar waar honderden jaren geleden de grachtengordel een legacy heeft achtergelaten en ook symbool staat voor wat de stad biedt, dat we over een aantal 100 jaar onze kindskindkleinkinderen kunnen zeggen, ja, die groene stelling, de manier waarop we toen dat hele gebied rondom de stad met elkaar hebben vastgepakt, is opnieuw die legacy waar we trots op zijn. Dus dat is een beetje groots misschien, maar dat is wel een soort van perspectief waarnaar we kijken, omdat we met name die toekomstige generaties op ons netvlies hebben. Want dat is waar we het voor doen. Ja, het is groot, maar het is ook heel real. Je kan er gewoon heen fietsen. Het is echt gebied waar er gewerkt en geleefd en van genoten moet worden. Zien jullie ook mogelijkheden om daar op aan te sluiten voor ondernemers of voor studenten om echt aan de slag te gaan in dat gebied of met die grond rondom Amsterdam? Ja, zeker. Ik moest even kijken wie je aankijkt. Ja, dit is ook de eerste keer dat ik dit doe. Ik denk dat er... we hadden het net al over... er zijn... allemaal hele goede voorbeelden al. Er zijn nog innovaties nodig. Maar er is ook gewoon een plek nodig waar je kan zien wat er allemaal al is en wat er mogelijk is. Dus ik denk wat wij graag doen is dat soort innovatieve ondernemers in de spotlight zetten. Ik denk jullie ook allemaal. En zo'n voedselhoofdstad over een paar jaar is een fantastische kans om al die goede voorbeelden aan de grote wereld te laten zien. Net zoals wat jij dit komend jaar al doet. Ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien wat er allemaal al mogelijk is en wat dat ook voor alle partijen, ook de ondernemers, als kans biedt. Dus dat duurzaamheid nu echt ook een businesskans is en niet alleen een last of een moetje. Dat er zoveel goede voorbeelden zijn van positieve cases. Cool. Ja, nou, voor ons is het zo dat ons hoofdthema is We Make Growing Green Cities. Ja. En dat heeft 4 subthema's. Feeding, greening, healthying en energizing. De city. Nou, dat maakt al dat wij waren ooit een bloemetjestentoonstelling way back. Hè. Ooit begonnen in Rotterdam. En nu zijn we dus echt deze scope. En daar zie je dus al dat je die integratie van al die onderwerpen, daar ligt een enorme kans. Hè. Dat maakt het ook wat complex. Maar tegelijkertijd past het ook heel erg bij tot het economisch profiel van steden als Amsterdam en Almere. Hè, die vanuit die strategie al kijken naar werkgelegenheid, naar natuurlijk onderwijs, al die onderwerpen. Met ons kennisprogramma en die paar maanden dat we er zijn, zeg maar, hebben we heel erg gekeken ook naar een verdieping van die thema's. Dus dat leent het ook dat en onderwijs en ondernemers en onderzoek, zeg maar, prima op dat platform mee kan. En vandaar ook dat we hier met dit initiatief ook echt, daarvan dacht ik ook meteen van echt omarmen. En dat past gewoon fantastisch binnen ook wat je achter wil laten straks naar de Floriade van dat kwartiermakende functie, zoals ik al zei. Ja, daar kun je straks ook echt concreet iets achterlaten. En die periode, en zoals Mark net de planning schetste, het past perfect. Ja. Super cool. En blijkbaar kunnen ook andere regio's in de wereld, in Europa, hiervan leren. We hebben zij ook een gebied erfgoed wat ze als speelveld kunnen gebruiken voor regionale en landse impactprojecten op te tuigen? Nou, ik denk dat wat heel belangrijk is dat, en dat is wat jullie nu ook gewoon hier doen, is ook gewoon een duidelijke visie neerzetten. Hè? En duidelijk een gebied aangeven, jongens, hiermee willen we iets gaan doen. En dat maakt het ook lekker voor ondernemers om te zeggen, oké, we gaan hier iets doen. Nou, dan schouders eronder en dan gaan we er iets moois van maken. En op het moment dat je dat op die manier, dan volgt de innovatie. Want uiteindelijk, als je dat gaat doen, dan komen er ook vraagstukken naar voren. Nou, die kunnen samen met de kennisinstellingen kunnen we die integraal gaan oppakken. En dan inderdaad om het nog krachtiger te maken, zeggen we, nou weet je wat, we gaan niet alleen hier kijken hoe we dat gaan doen, maar we gaan ook in andere gebieden in de wereld. Hè? In Spanje, Bulgarije, Hongarije, in Ierland. Als je dat dan daar ook nog eens mee, dan krijg je in één keer een veel grotere beweging. Alleen zo'n beweging, dat moet je wel goed coördineren. En daar is denk ik dat programma waar we mee bezig zijn ook belangrijk. En die kan hier weer heel mooi op aansluiten. Wat ik... misschien wel het meest treffend vind... En vind ik zelf ook heel belangrijk. Dus dat raakt mij op een positieve manier. Is dat we eigenlijk hier allemaal... ons realiseren dat het heel complex is en daar niet voor uit de weg gaan. Mm-hmm. Want te vaak proberen we dan via het versimplificeren van de realiteit een snelle oplossing te vinden. En ja, dat, ik geloof dat die er niet is. Maar juist door die complexiteit omarmen en met elkaar ook een traject in te durven gaan waarin je ook kwetsbaar zult moeten zijn. En te zeggen, ik weet het niet, toch te gaan kijken van, maar hoe zou het dan uiteindelijk wel nog kunnen worden. Dus ook zo'n gebiedsopgave, die gaat heel veel weerstand, problematiek nog opleveren. Maar als je die complexiteit niet uit de weg gaat, maar juist erin gaat staan en veiligheid geeft aan iedereen om het niet te weten, dan kun je verder komen. En ja, ik proef vandaag dat we hier met elkaar realiseren dat dat is waar we ja, doorheen moeten en wat we nodig hebben. En dat nou, geeft mij in ieder geval al veel vertrouwen in dat we die stappen kunnen gaan maken. Ja, tof als die complexiteit ook omarmd wordt door de HVA. En hoe sluit het aan bij jou? Ja, nou, ik moest daar gelijk op aansluiten, want ik ben het helemaal mee eens wat u zegt inderdaad. Want juist omdat het complex is, kan het ook zo zijn dat we straks fouten gaan maken. En dan denk je van oeps, dan moffen je er juist weg, maar dan leer je er niet meer van. En ik denk dat wat het krachtig kan zijn, is doordat je als je een goede structuur neerzet, hè, in een innovatiesysteem, het ook wel een innovatie-ecosysteem, op het moment dat je dat hier kan neerleggen en je organiseert dat goed met elkaar, dan, en je gaat het ook gezamenlijk aan, hè, juist die complexe vraagstukken, dan mag je ook fouten maken. Hè, want dan kunnen we ook die fouten met elkaar opvangen en dan kunnen we ook van die fouten leren. Maar dat geeft het wel dat we dus een omgeving creëren waar we ook gewoon dingen kunnen gaan uitproberen, wat wel of niet werkt. Echt, heb ik. Ja, sluit me graag aan. Ja, ik wou nog heel veel toevoegen van, ik vind dat ook echt de kracht, hè, dat we hier echt iets gaan doen. Dus we zeggen niet, hè, je kunt niet meer van achter de tekentafel alle oplossingen verzinnen, juist omdat het complex is, hier gaan we wat doen. Maar tegelijkertijd ook wel gestructureerd ervan leren. Nou, ik denk dat dat heel krachtig is. Absoluut. Ja, tof. En ik kan de ervaring alleen maar delen dat het bewegen gewoon de mensen eraan verbindt. En nou, dat zien we in Utrecht al gebeuren en nu ook in Amsterdam met zo'n community of practice. Dat is echt waanzinnig tof. En in het gebied kunnen we natuurlijk ook allemaal nieuwe innovatieve producten gaan maken. Nou, een maand geleden lanceerden wij de omgekeerde markt. En toen hadden we nog een heel wild idee, groente limonade van wilde wortelen. En we dachten, dat is cool, weet je, het is lekker, het is vooral gezond. Je kan er ook nog een cocktail van maken in theorie. En toen hebben we gezegd, wie wil ons helpen met een beetje financiering beschikbaar stellen om dit te onderzoeken. Nou, Impact hebben we bijgedragen in een stuk financiering, maar ook in netwerk en ook in wat marketing. Hulp. En toen leerden we eigenlijk van, oh, nou eigenlijk, er is misschien nog een hele andere waarde achter dit sap. En dat is natuurlijk het feit dat het zo bright in de kleuren van de regenboog is. En hoe kunnen we dat gebruiken om te laten zien, we zijn trots op ons land, we zijn trots op onze mensen, trots op onze producten. En it's the diversity that makes the flavor. Nou, door samen te werken kwam dit allemaal naar boven, deze realisatie. En hoe denk je dat dit aansluit vanuit het netwerk van Impact Hub? Ja, nou, zoals ik al zei, voedsel heeft natuurlijk een ecologische, economische en een sociale component. Diversiteit en inclusie is natuurlijk een heel belangrijk thema. En eigenlijk waren wij net ook steeds meer aan het kijken wat bij de Impact Ondernemen Community, hoe kunnen we dat steeds meer een plek geven en zichtbaar maken. Toen we met jullie over die omgekeerde marktplaats aan het brainstormen waren en de mooie producten die daarop gaan komen, was dit eigenlijk gewoon een no-brainer om één product uit te lichten die al die verschillende waarden in zich heeft, die het gewoon in één keer zichtbaar maakt hoe belangrijk voedsel voor alles en iedereen is. En dat is dus Pride Juice geworden. It's Pride Juice. Ja. En het is fantastisch om samen met jullie netwerk inderdaad kunnen we ook kijken hoe kunnen we hiermee echt de LGBT-community steunen, maar ook het gebruiken de message in de bar om hun verhaal te vertellen. Dus dat we samen kunnen onderzoeken welke netwerken zijn er al allemaal van LGBT-shops, festivals, winkels, clubs. Echt cultuur, er gebeurt zoveel gave dingen. En tegelijkertijd dat die Pride Juice ook daar in de shop komt en dat je het flesje vindt, dat ook naar zo'n netwerk verwijst waar je elkaar in vindt. Dus ik zou zeggen, echt laten we nou trots zijn op ons land, trots op onze product, trots op onze mensen. En het is de diversity that makes the flavor. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken. waanzinnig om dit samen verder op te pakken en uit te voeren met studenten, met de kennis, met boeren. Ik heb er heel veel zin in. Ik nodig ook iedereen thuis uit, want dit is een proces wat steeds inclusiever wordt. Je kan erbij en dus werk voor iedereen. Dat garandeert de transitie. Dus dank jullie wel. We hebben veel kunnen bespreken en ook als uitsmijten als we nu echt willen gaan doen. Pride Juice, onderzoek is klaar. Iemand van de Hassen en Bos heeft recepturen ontwikkeld. En nu start de voorverkoop. Dus als jullie je inschrijven op een doosje, dan is het er binnenkort. Dank jullie wel. En jullie ook bedankt. Graag gedaan. Dat is neer. Graag gedaan.